Dames en heren, goedenavond en nogmaals welkom bij de volgende vergadering. De eerste oriënterende ronde sessie, zijn er twee gelijktijdig, beide ook live te volgen via het wereldwijde web. In deze vergadering behandelen wij de APV en de vaststelling structuurvisie herprogrammering woningbouw gemeente Hardenberg. En we hebben nog wat agendapunten, onder andere het spreekrecht. In het spreekrecht gaan we zo dadelijk als volgt doen, dat we eerst twee insprekers hebben. Eén inspreker zal inspreken over een onderwerp wat niet op de agenda staat. Dan vervolgens spreekt er iemand in op de APV. Gaan we dat behandelen en dan hebben we nog een inspreker op de woningbouw. En dan behandelen we dat. Dat is eigenlijk de manier waarop we dat gaan doen zo dadelijk. Het vaststellen van de agenda. Zijn er mensen die opmerkingen hebben over de agenda? Nou, tot zover dan in elk geval geen vuurwerk. Dat gaat denk ik nu veranderen. Want de heer Hartold is de eerste inspreker. En dat gaat volgens mij over vuurwerk. Of eigenlijk de gevolgen ervan. U heeft 5 minuten maximaal. Aanpakken vuurwerkafval. Waarom het wiel uitvinden als het wiel al is uitgevonden door Dalfsen? Voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden. Je zult maar eind mei op een trapveldje nog resten van de oud- en nieuwviering tegenkomen. Resten in de vorm van vuurwerkafval, krammen en spaken. En die laatste twee zijn de restanten van een vreugdevuur. Rommel die veroorzaakt is door de buurt zelf op een trapveldje waar de kinderen uit de buurt op spelen. Dit moet anders kunnen. In de gemeente Dalfsen draait nu een aantal jaren een succesvolle aanpak van vuurwerkafval. Deze aanpak bevat een aantal specifieke kenmerken. 1. De gemeente Dalfsen werkt samen met de vuurwerkverkopers, een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 2. Op 2 januari van het nieuwe jaar kunnen inwoners van de gemeente Dalfsen die vuurwerk opgeruimd hebben, dit inleveren bij de vuurwerkverkopers. Daar staan containers. 3. Voor elke volle zak of tas met vuurwerkafval krijgt degene die zijn volle zak of tas inlevert 50 eurocent. Dit bedrag is expres zo gekozen, want het mag niet te weinig zijn, maar ook niet te veel zijn. 4. Deze actie wordt mede gefinancierd door geld uit het landelijk zwerfafvalfonds. Geld wat de gemeente Hardenberg ook krijgt. De ervaring leert dat van deze actie een educatieve werking uitgaat. De ervaring leert dat op 1 januari ouders met kinderen vuurwerkafval opruimen. Iets wat een flink stuk veiliger is dan kinderen die zonder toezicht in vuurwerkafval zitten te trekken om te kijken of er vuurwerk tussen zit wat nog niet is afgegaan. Deze aanpak in de gemeente Dalfsen kost niet zoveel geld, al dus de gemeente Dalfsen zelfs. En wegens succes prolongeert de gemeente Dalfsen deze aanpak. Dat wordt dan ook de komende jaarwisseling, voor zover ik weet, de 4e keer. Belangrijke argumenten om bij dit type zwerfafval voor een inleververgoeding te kiezen zijn: tussen het vuurwerkafval zit vuurwerk wat niet is afgegaan. Om veiligheidsredenen is het zaak dat dit soort afval zo spoedig mogelijk wordt verwijderd. En van het sterk stimuleren van het opruimen van vuurwerkafval gaat het educatieve en psychologische signaal uit dat als je een feestje viert, dat er daarna opgeruimd moet worden. Een vraag aan u. Welke ROVA-actie van de laatste jaren in de gemeente Hardenberg gericht op het aanpakken van vuurwerkafval was zodanig succesvol dat u deze zich nog herinnert als succesvol? Kent u bijvoorbeeld deze nog? De bezemactie van december 2014. Was die succesvol in de zin van duidelijk meer opgeruimd vuurwerkafval? Navraag leert dat in de loop van deze week er vergaderd wordt door de gemeente Hardenberg en andere stakeholders over de komende oud- en nieuwviering en hoe die aan te pakken. Dus de timing van mijn inspraak is dus goed. Resumerend, waarom het wiel uitvinden in deze als het al uitgevonden is door de gemeente Dalfsen? Dank u. U ook. Zijn er vragen aan de heer Hartold? Gelling zie ik. Ik dacht even mevrouw Kelder ook, maar dat was de schijnbeweging. Verder niet. Meneer Gelling. Hartold, dank voor uw inspreken. Het is altijd een genoegen om u hier te mogen ontvangen in de raad. Ik kan me herinneren dat u vorig jaar volgens mij ook stond met eenzelfde onderwerp. Toen had u geen bezem mee, maar een kratje volgens mij met daarin door u zelf verzameld vuurwerk. Heb ik het goed? Dat stond toen hier.
Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat nou het vervolg was. Hè? Want toen, ik ben eigenlijk kwijt wat nou uw inspreekactie van nu verschilt met de vorige keer. Maar verder lijkt mij het heel duidelijk, want ik kan me inderdaad geen hele succesvolle actie herinneren. Omdat bij mij in de straat inderdaad heel vaak vuurwerk ligt. En ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken dat de portefeuillehouder zometeen wel wat opmerkingen hierover heeft. Want uw suggesties lijken ons zeer waardevol. Dank voor uw reactie. Ik heb nu specifiek gefocust op de aanpak van vuurwerkafval. En ik heb inderdaad eerder, in ieder geval mij twee keer ingesproken, 2013 en 2014. Dus lang als kwartje nog niet gevallen is, voel ik mij genoodzaakt om in te spreken. Dus wie weet valt het kwartje vanavond. Nou, helder verhaal. Overigens voor de duidelijkheid, het punt staat niet op de agenda, dus het college hoeft hier niet op te reageren. In Gelling, maar mocht u daar straks een reactie op de een of andere manier toch in de APV weten te fietsen, u weet me nooit, dan zou dat wellicht wel kunnen. Goed, bedankt heer Hartold. Dank u. De volgende inspreker is de heer Veerbeek. Die spreekt in op een agendapunt dat wel dus op de agenda staat. En dat is de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Hardenberg. Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, geachte raadsleden. Mijn naam is Willem Veerbeek. Velen van u zullen mij nog kennen uit de tijd van bestuurslid Plaatselijk Belang Derensvaart, samen met Gerrit. Onder andere, maar ik sta hier vanavond niet als bestuurslid van Plaatselijk Belang Derensvaart. Daar ben ik al een paar jaar uit. Ik sta hier gewoon als bewoner van de Julianenstraat en ook namens vele meerdere bewoners van deze straat in Derensvaart. Nog hier de bril zetten. Ik ben ook beheerder van het appartementscomplex van Dedemvest, wat ook in de Julianenstraat staat, ongeveer tegenover de Marktstraat. Ook andere buurtbewoners naast ons appartement hebben mij gevraagd om hier vanavond wat te vertellen, te vragen eigenlijk. Natuurlijk moet er horeca in ons dorp zijn. Dat is in elk dorp zo en dat moet ook bij ons. Daar zijn we niet op tegen. Dat is belangrijk dat er uitgaansleven is voor iedereen. Maar ook moeten er bewoners in het dorp zijn. En steeds, en zeker vandaag aan de dag steeds meer, omdat er wordt bijna geen appartementencomplex of winkelcomplex gebouwd. Of er komt een appartementenboven om de zaak allemaal financieel rond te breien. Dus we zijn eigenlijk elkaar wel een beetje nodig. Dat gaan we vanuit. Veel bewoners, omgeving Julianenstraat Zuid, ligt meer aan de zuidkant, Marktstraat, die ik heb gesproken, zijn niet tegen verruiming sluitingstijd. Dat is een enkele, die zegt nou laat het maar om 3 uur en de natte horeca dit en dan 4 uur de droge. Maar de meesten zeggen, ach het maakt niet zoveel uit, het is nu ook 4 uur, daar hebben ze niet zoveel probleem mee. Maar wat ze dan wel graag willen, dat de horeca wie gebruik maakt van de verruiming, dat dan ook het toezicht mee verruimd wordt. En vooral op de plaatsen waar dus samenscholing plaatsvindt in de Julianenstraat. Dus later open, ook langer toezicht en vooral toezicht op buitensamenscholing. Dat vinden ze heel erg belangrijk en waarom? Omdat met name zondagsmorgens, dan ligt er heel veel afval aan vuil. Dat vuil bestaat uit kapot glas. Afval is vaak van plastic bakjes. Braaksel ligt er veel en er wordt veel wild geplast. Heel veel in de omgeving waar ik het nu over heb. Daarom willen ze graag meer toezicht. En die toezicht willen ze alleen niet in de weekenden, maar ook graag bij andere evenementen zoals kroegentocht, Koningsdag, Terensvaria. Velen vragen zich af, is er wel voldoende toezicht? Dus ik zou graag willen dat de gemeente dat eens bekijkt en eventueel nodig is dat in de vergunning vastlegt dat er voldoende toezicht is met het organiseren van deze evenementen.
Dat is toezicht. Het tweede onderwerp wat ik graag even met u bespreken wil, dat is het vuil. Oh, toezicht, ja, vuil, dat is dus elke maandag of zondagmorgen ligt er veel vuil. En dat is dus ja, ook niet bevorderlijk voor winkel- en woongebied. We willen graag een vrij winkelcentrum hebben. Er wordt van alles gedaan in ons dorp om dat een beetje op te kattenvaten. Er worden mooie foto's gehangen in de Marktstraat. En dan zie je gewoon een week lang dat er op de hoek van de Marktstraat, de Julianenstraat, kapot glas ligt. Braaksel ligt en niemand ruimt dat op en dat blijft gewoon liggen. En de winkelpubliek moet er maar met een bochtje om toe. Schoolkinderen fietsen erdoor. En kerkgangers nemen zondags morgens een andere straat om niet door het centrum te lopen vanwege het vuil. Dus, ergens samenvattend vragen wij om twee dingen. Meer toezicht, zodat het vuil misschien beperkt kan worden. Dat er geen glas mee wordt genomen vanuit een natte horeca. Dat het niet op straat komt. Dat er goed toezicht is. En we zouden heel graag zien dat er zondagsmorgens het vuil wordt opgeruimd. 3 weken geleden stond er een auto van de gemeente Harenberg om het vuil op te ruimen op de straat. Want een bewoner had gebeld dat er dus veel glas op de straat lag. Ik denk, nou, 9 uur, wat zal dus gebeuren? De gemeente Harenberg met de auto heeft de glas netjes opgeruimd op de weg. Maar daar is het ook jammer genoeg bij gebleven. Ik zou zien dat, en velen met mij, en er zijn ook mensen uit het dorp die dus niet aan de Julianenstraat wonen, maar in de woongebieden, 600-700 meter van de Julianenstraat, die zeggen als je zondagsmorgens door de straat gaat, Julianenstraat, en het is één grote rotzooi. Dus daar graag aandacht voor. Dank u wel. U ook bedankt. Als u nog heel even zou willen blijven staan, dan gaan we even inventariseren of er nog vragen aan u zijn. Ik zie al 1 hand de lucht in gaan. Dat is 2. En daar blijft het in Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. U geeft aan, u zou graag wat meer of langer toezicht willen in verband met de verruiming van de openingstijden. Want ervaart u nu hinder? Kunt u daar wat meer over vertellen? Over de toezicht en openingstijden? Ja, u geeft aan, ik zou graag meer toezicht willen, omdat de natte horeca langer open blijft. Ja, nou, kijk, als de natte horeca langer open blijft, dan moet ook de toezicht langer open blijven. Niet zeggen van, nou, toezicht is normaal tot 3 uur, 3:30. Nee, net zolang dat dan de horeca open is, de zaal niet leeg is en buiten samenscholing plaatsvindt, dan moet er toezicht zijn. Heeft u nu ook ervaring dat het overlast veroorzaakt? Ja, heel veel. Er wordt heel veel kapot glas. Waar komt het vandaan? Daar wordt dus glas op de straat, op de stoepen gegooid. Er wordt gebruikt, er wordt wild geplast in de tuintjes bij de bewoners die er tegen overwonen. Zelfs 1 bewoner heeft al een hek geplaatst om de inloop in de tuin te beperken. Maar ja, goed, een hek is open. Dus daar kun je ook doorheen plassen, dat makkelijk zat. Maar er is inderdaad veel overlast. Dank u wel, wij zullen het meenemen. Mevrouw Kelder. Ja, ik heb aan u een vraag van, als er dus niemand belt bij u in de buurt, dan wordt het niet het glas geruimd. Nou ja, wat nu gebeurt, dat is dat elke zondagmorgen en maandagmorgen ik ook het glas opruim. Maar ja, dat is in eigen omgeving, ons eigen tuintje, zeg maar. Maar wat er verder van af is, dat blijft liggen. Dat is dus, niemand kijkt ernaar. En dat is een probleem. Kijk. Dat probleem is er natuurlijk al langer. Bent u daar al eens mee naar de gemeente geweest? We hebben het wel eens aangekaart, maar het laatste jaar dus niet. In het begin was wel gezegd, maar het laatste jaar dus niet. Maar ik heb het ook idee dat het steeds erger wordt, dus wij zouden daar graag eens meer aandacht aan willen. Toezicht en vuilopruiming. Ja. Helder, maar nog niet helemaal, want meneer Nijhoff steekt ook zijn vinger nog op. Ja, u geeft aan van veel glas buiten, maar dat lijkt me toch ook een verantwoordelijkheid van de horecaondernemers. Is daar overleg mee geweest of ze daar wat aan kunnen doen?
Bij mijn weten wel, dat er een keer een afspraak is gemaakt dat zij wat opruimen, maar dat weet waarschijnlijk de portefeuille wat beter dan ik. Maar ja, dat is net wat ik zeg, het eigen tuintje wordt een beetje schoongemaakt, maar ja, het is verder dan eigen tuintje. Het is gewoon een heel gebied, een uitgangsgebied, waar veel uitgangspubliek loopt. Ja, en er gebeuren allerlei dingen. Ja. Dank u wel voor uw inspraak. Graag. Dan gaan we het punt nu inhoudelijk, ja, hij is uit, inhoudelijk behandelen. En mijn vraag is wie wil het woord voeren bij agenda punt 4, de vaststelling van de nieuwe APV? Nijhoff, Stelstra, Gelling, mevrouw Kelder, mevrouw Luiten. Nou, dan mag u beginnen, mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter. We hebben, omdat het natuurlijk ook een oriënterende ronde is, eigenlijk een aantal vragen over de concept APV. Op zich vinden we uniformering prima. Dat hoort ook een beetje bij de ontwikkelingen op dit terrein. En zeker als het er effectiever van wordt. Maar de vragen die we hadden waren met name op het artikel 250a, verbod op slaapplaats. Of aan een openbare plaats. Daarin krijgt de gemeente meer bevoegdheden om, als het er winterregeling is, om mensen gedwongen, zal ik maar zeggen, onder te brengen. Maar daar staat ook een zinnetje in dat deze bepaling bredere toepassingsmogelijkheden kent. En ik vroeg me eigenlijk wel af wat die bredere toepassingsmogelijkheden dan zijn. Wie er dan allemaal nog meer kunnen gedwongen kunnen worden ondergebracht in opvangcentra en waarom dat dan zou kunnen zijn. De volgende vraag heeft te maken met het cameratoezicht. Dat is artikel 277. Daar krijgt de burgemeester de bevoegdheid om dat snel te doen als het om de een of andere reden nodig is. Nou, ik kan me voorstellen dat dat handig is. Daar staat wel bij dat cameratoezicht evenredig dient te zijn in relatie tot het doel. Ik vroeg me af of het mogelijk was, omdat het ook niet zo vaak voorkomt en nogal een ingrijpend middel is. Of daar bijvoorbeeld bij af te spreken is of de portefeuillehouder daar iets over wil zeggen. Of als dat gebeurd is, of dat achteraf bijvoorbeeld aan de raad zou kunnen worden gemeld. Dan hebben wij ook een beetje een beeld van hoe vaak dat gebeurt en in wat voor gelegenheid. Voorzitter, volgens mij staat dat in het APV dat dat gemeld wordt aan de gemeenteraad. Ja, als er van tevoren structureel camera's worden opgehangen. Maar als de burgemeester, laat ik zeggen, incidenteel snel besluit om ergens iets te doen, zo heb ik het gelezen, dan hoeft dat natuurlijk niet van tevoren, want dat heeft dan ook haast, dat begrijp ik ook wel, maar dan zou ik het wel graag achteraf willen weten. Dus dat is de vraag. En dan het volgende artikel 278, de gebiedsontzeggingen. Daar staat dat de APV-bevoegdheid gemandateerd kan worden aan opsporingsambtenaren. Ik vroeg me af hoe vaak dat voorkomt en waarom je dat eigenlijk zou doen. Tot slot, als ik het goed heb, ja, dat is de laatste. Dat is het aanwijzen van politiefunctionarissen als toezichthouders, artikel 6.2. Daar staat dat een toezichthouder ruimere bevoegdheden heeft dan een politiefunctionaris. En daarom moeten alle politiefunctionarissen ook meteen toezicht worden van de gemeente. Ik vroeg me af, als je als toezichthouder zoveel meer bevoegdheden heeft, wie daar dan eigenlijk daar vinger aan de pols houden, daar toezicht op houden. Want die hebben nogal wat bevoegdheden, als ik het zo lees. Toezichthouders op de toezichthouders dus? Nou ja, goed, de politie die heeft natuurlijk gewoon in deze democratie een soort controlemechanisme. En ik vroeg me af of dat iets dergelijks daar ook bij toezichthouders geldt, want die mogen nogal wat. Oh. Dat was het. Dank u wel, mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een paar vragen over. De ene is over de sluitingstijd. Daar was de heer Verbeek ook dat hij ingesproken heeft. En dan was ik heel benieuwd van hoe de wethouder dit aanpakt. Qua vuil en qua toezicht. Wat doet hij daarmee? Dan even over het DOR, een digitaal opkopersregister. De politie krijgt daarvan automatisch een melding als dat allemaal genoteerd is. Wat doet zij dan met deze melding? Daar was ik even benieuwd naar. Dat waren mijn vragen. Dat was hem. Dank u wel, meneer Gelling.
Ja, voorzitter, dank u wel. In hoofdlijn kan de VVD-fractie zich prima vinden in het voorstel. De burgemeester krijgt ook veel extra eigenlijk middelen om orde te handhaven. Nou, daar vindt u ons wel. De vraag was wel ook ter zake cameratoezicht, maar daar sluit ik me eigenlijk aan bij de Partij van de Arbeid. En dan nog eigenlijk als klein puntje het karbidschieten, want dat is beperkt nu tot één dag. En de vraag is of u dat ook nog gaat beperken tot plekken, hè? Worden er plaatsen voor aangewezen of niet. In het verlengde daarvan eigenlijk meer in het algemeen het vuurwerkbeleid, hè? Daar is landelijk al veel over te doen en of dat wellicht ook nog hier ter sprake gaat komen. En als we het toch over vuurwerk hebben, zijn we natuurlijk erg benieuwd hoe dat dan opgeruimd gaat worden. Voorzitter, ik heb daar net wat goede tips van gekregen, dus wellicht dat daar ook nog een kleine reactie op kan komen. En vervolgens ben ik ook wel benieuwd, want ik vind het een interessante invalshoek van de vorige inspreker, dat als je de horecatijden verruimt, waarvan ik lees dat daarmee juist de veiligheid gediend wordt, of dan ook het toezicht daarop inderdaad ook verruimt. Ik ben er maar vanuit gegaan, maar wellicht dat daar nog even kort een reactie op kan komen. Dat was het. Dank u wel, meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Een aantal vragen over deze APV. De eerste gaat over de verruiming van de sluitingstijden. Wij zijn even benieuwd naar het klachtenpatroon. Er wordt aangegeven dat het klachtenpatroon zich positief ontwikkelt. En we zijn ook benieuwd naar het klachtenpatroon over de verschillende kernen. We kunnen ons voorstellen dat dat anders is in Hardenberg en Delemsvaart. En wellicht kan dat opgenomen worden in het verslag. En we zijn ook even benieuwd hoe de wethouder kijkt ten aanzien van het aansluiten van het toezicht. Ik neem aan dat daar wel is over nagedacht. Dan de seksinrichtingen. Er wordt gesproken over 2x2 seksinrichtingen. En we zijn even benieuwd hoe men tot dit aantal is gekomen. En wat de achtergrond daarvan is. Dan als derde punt de bevoegdheden van de burgemeester. Daar is net ook al over gesproken. Die wordt op een groot aantal punten fors verruimd. De bevoegdheden zijn ruim gedefinieerd. Maar wij zijn even benieuwd wat de reden is om deze zo ruim te definiëren. En of de burgemeester ons ook even kan meenemen in situaties dat hij deze bevoegdheden had willen hebben, maar niet had. Dus een stuk onderbouwing van deze nieuwe bevoegdheden. Dat was het voor deze termijn. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Nijhoff? Excuus, ik vergeet toch één best wel belangrijk puntje. En dat gaat over het karbidschieten. In het begin van het APV staat dat deze ingaat zodra die is aangenomen. En wij zijn heel erg benieuwd wanneer dat momentum nu exact is. Is dat zodra deze op de raad is vastgesteld, gaat die dan in? Want even het volgende, voorzitter. Karbidschieten wordt beperkt tot de dag, oudjaarsdag. En die valt dit jaar op een zondag. En wij zouden graag voor de mensen die de zondagsrust willen respecteren, de mogelijkheid bieden om het op zaterdagmiddag te gaan beoefenen. Dus niet zozeer om het op de zondag te verbieden, maar voor de mensen die de zondagsrust willen respecteren, op zaterdagmiddag een mogelijkheid te bieden. En we zijn even benieuwd of de portefeuillehouder, zeker de burgemeester, bereid is dit eenmalig toe te staan. Of dit in de APV zou willen opnemen, dat indien het op een zondag valt, de zaterdagmiddag beschikbaar wordt gesteld. Dank u wel. Nu echt, meneer Nijhoff. Dank u wel, voorzitter. De data van inwerkingtreding had ik ook op mijn lijstje staan. Op basis van de ervaringen uit de pilot begrijpen we dat de verruiming van de openingstijden wordt voorgesteld. De vraag is nog wel, er worden hier een aantal ervaringen uit de pilot positieve ervaringen genoemd. Hier via de inspreker kregen we ook een aantal kanttekeningen te horen. Graag ook de reactie van de portefeuillehouder daarop. Dan het cameratoezicht, ook door mevrouw Luiten al ingebracht. Dat verraste het CDA een klein beetje. We hadden toch de indruk vanuit het verleden dat de gemeente Hardenberg toch een beetje wars was van cameratoezicht. De vraag is wel van wat is nu de aanleiding om dat nu wel voor te gaan stellen.
nieuwe APV. En ook wat daarvan de eventuele financiële consequenties. Dat waren mijn vragen. Dank u wel. Dan gaan we naar de portefeuillehouder. Dat is de heer Snijders. Dank u wel, voorzitter. Groot aantal vragen. Ik hoop dat ik ze allemaal kan beantwoorden. Dat ik ze in ieder geval onthouden heb. Ik heb meegeschreven. Belangrijkste aanleiding om deze APV aan u voor te leggen is een stukje actualisatie. De samenleving ontwikkelt in een razend tempo. Ik zit hier nu 6 jaar. En in die 6 jaar zegt de politie wel eens tegen mij, waar is de jeugd gebleven op straat? Hè? We zijn de jeugd kwijtgeraakt op straat. Om maar eens een voorbeeld te geven van hoe zich dat heeft ontwikkeld. Hè? Jeugdoverlast was een groot thema. Tot 6 jaar geleden, 10 jaar geleden, grote groep op straat, ook vooral overdag, zeg maar. En eigenlijk ben je dat beeld is vrijwel verdwenen. En dat komt door allerlei technologische ontwikkelingen. De smartphone, de iPad. Er is een heel ander gedrag, onder andere bij de jeugd ontstaan. Maar dat geldt ook wel voor andere bewegingen. Rondom de komst van motorclubs, Project X-achtige gebeurtenissen. Die zomaar in één keer ook in onze gemeente zich zouden kunnen voordoen. En dat is de reden om deze APV, waar dat ook elders in het land gebeurt, ook hier in Hardenberg te actualiseren en aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. En daar hoort ook bij dat in sommige omstandigheden, bepaalde omstandigheden, het handig is dat ik als burgemeester toch bevoegdheden heb om snel in te kunnen grijpen. Onlangs, ik heb het voorbeeld al eens eerder genoemd, ik weet niet of ik het hier heb genoemd, onlangs supporters van Go Ahead, voetbalwedstrijd FC Emmen geweest, massaal met de trein ook door onze gemeente gereden. In dit geval is het zeg maar tot een treffer gekomen op station in Zwolle. Maar het had ook zo kunnen gebeuren en het is zeker niet onrealistisch dat ze aan de noodrem trekken. En je hebt 300 supporters hier of in Gramsberg, Hardenberg of zelfs in Bergentuin, waar niet eens een station is, in één keer staan. Ja, en dan moet ik niet naar de raad hoeven. Maar dan moet ik wel gebruik kunnen maken van mijn bevoegdheden heel snel. Want de politie wil acteren, maar kan dat alleen als daar ook bevoegdheden aan ten grondslag liggen. Dus dat is een van die voorbeelden waarvan we zeggen, van, nou ja, dan is het handig om toch iets meer bevoegdheden te hebben dan we tot op heden hadden. Ik ga even met u mee en ik loop even een aantal vragen door die zijn gesteld. Ik probeer zo goed mogelijk antwoord op te geven. Artikel 52a, verbod op een slaapplaats en de bredere toepassing daarvan. Hebben we in de praktijk al eens een keer nodig gehad. Het gaat met name om mensen die waarvoor zorg is in tijden dat de temperaturen onder nul dalen. En dat kan, dat kunnen ook zwervers zijn. Nou hebben we die niet zo heel veel in onze gemeente. Maar we hebben wel een aantal mensen die ervoor kiezen om een eigen leefstijl erop na te houden, om het zo maar te zeggen. Die zich op bepaalde plekken bevinden waarvan je soms zegt van dat is niet handig. Een aantal jaren geleden in Baalder dat meegemaakt, in de JOP, de jongerenopvangplek. En waar ook iemand langdurig verbleef. Waar de buurt grote zorgen over hadden, ik ook. En op een gegeven moment hebben we toch gezegd, met zo'n artikel in de hand, dan kun je makkelijker schakelen en dan kun je iemand toch meenemen en een warme slaapplaats bieden. Het cameratoezicht is ook genoemd door een aantal fracties van u. Ik moet zeggen, in de praktijk komt het gelukkig, en in die zin de woorden van het CDA nasprekend, bijzonder weinig voor dat we cameratoezicht nodig hebben. In ieder geval niet structureel, niet in het centrum. Die behoefte is er ook niet. En ik vind ook dat je daar heel beperkt mee om moet gaan. In het kader ook van de privacy. En het zegt ook iets over de staat van je samenleving, vind ik. Of je wel cameratoezicht nodig hebt of niet. En in ons geval is dat nu slechts incidenteel speelt het. Hier en daar, daar waar soms routes zijn, fietsroutes waar langs mensen gaan op weg naar een uitgaanscentrum. En dat heb ik in het verleden ook wel eens meegemaakt. Dan was het handig geweest om toch, ook al was het maar tijdelijk, cameratoezicht in te stellen. Dat gebeurt overigens altijd op voorspraak van de politie. Maar dan op dat moment zou je dan wel sneller kunnen schakelen. Maar in de praktijk op dit moment komt het niet voor.
Ik weet dat vanuit het bedrijvenpark op verschillende plaatsen wel de wens is om hier en daar cameratoezicht te gaan toepassen. Ja, en daar vinden ook gesprekken over plaats. Maar altijd weer in het kader van ja, proportionaliteit en subsidiariteit. Dus in de zin van terughoudend, daar waar het nodig is kun je het inzetten. Maar niet maar zonder meer cameratoezicht overal invoeren. En dat zou ook mijn houding zijn. En het staat inderdaad ook in de verordening. Als dat gebeurt, dan wordt uw raad daarover ook geïnformeerd. En wat mij betreft is dat ook gewoon een goede afspraak om dat zo te doen. Omdat ik net ook al zei, het zegt wel iets over de staat van je samenleving. In mijn beleving. De toezichthouders. Het is zo dat de toezichthouders die we hebben, dat zijn met name de mensen van THV, maar ook een aantal jachtopzieners bijvoorbeeld in onze gemeente. Die hebben een aantal bevoegdheden gekregen en die zijn eigenlijk nationaal vastgelegd. En daar is ook ja, op hun wordt ook gelet, zeg maar. Daar is ook wel weer toezicht op in de vorm van de inspectie. Die ook kijkt van hoe vindt dat nu plaats? Gebeurt dat binnen de kaders die daarvoor zijn afgesproken? De politie wordt ook aangesteld hier met deze APV als toezichthouder. Maar dat is met name opsporingsgerelateerd. Dat zij bevoegdheden krijgen om bijvoorbeeld een kofferbak open te mogen doen om te kijken of er inbrekerswerktuigen in liggen. Dat is een bevoegdheid die moet wel apart specifiek worden toegekend aan deze mensen. En we merken in de praktijk, zeker in deze gemeente waar we in het kader van veiligheid daar toch nog wel eens mee te maken hebben. Woninginbraken, maar ook vooral schuurinbraken. Dat de politie die behoefte sterk heeft om ook ja, in de auto te kunnen kijken, zeg maar. En daarvoor is deze verordening ook opgenomen. Op Koers.nu had een vraag over digitaal opkopingsregister. Ja, dat is vooral een databasebestand waarin dan gegevens worden genoteerd. En er wordt koppeling gemaakt met het aangifteregister. Dus op die manier worden zeg maar, koppelingen gemaakt en kunnen er zaken uitvallen. Dat waren aan de ene kant een aangifte gedaan van diefstal van een fietser bijvoorbeeld. Dat die dan via het opkopingsregister, als die wordt aangeboden, dat die dan eruit valt, zeg maar. En dan kan erop geacteerd worden. Heling is strafbaar. En daar, in die gevallen wordt er ook geacteerd. De VVD had een vraag over het kabitschieten. Ook de ChristenUnie en het CDA hadden daar een aantal vragen over. Kabitschieten in onze gemeente is een mooie traditie. Volgens mij is het belangrijk om dat in stand te houden. Maar we hebben wel gezegd, indachtig ook de doel van de APV is gewoon een mooie samenleving hebben waarin overlast zeg maar, beperkt wordt en waarin je toch ook probeert rekening met elkaar te houden. Is in dat verband over het kabitschieten gezegd van laten we dat nou, dat is een ruime regeling, eigenlijk wel, 3 dagen. Dat is eigenlijk een hele oude regeling nog vanuit het verleden. Laten we dat nou terugbrengen tot gewoon wat er daadwerkelijk in de praktijk gebeurt in deze gemeente. En dat is oudejaarsdag kabitschieten. En laten we dat vooral ook dat tijdstip van 10 tot geloof 2 uur 's nachts. Om dat zeg maar in beeld te houden. Want dat sluit aan eigenlijk bij de praktijk in deze gemeente. Maar ik ben me ervan bewust. En we hebben daar ook wel signalen al over gehad van een aantal vriendengroepen. Buurtschappen die zeiden van ja, dit jaar valt oudejaarsdag op een zondag. En wij zouden het wel prettig vinden om op een ander moment kabit te kunnen schieten. In dit geval op de zaterdagmiddag. Die ruimte kan nu heel eenvoudig worden opgelost, omdat het de bedoeling is deze APV in werking te laten treden op 1 januari. Dus dat betekent dat dit jaar nog de oude regel gehanteerd kan worden. En dat betekent dus dat er op de zaterdag dus gewoon geschoten kan worden. Wij willen daar ook communicatief ook aandacht aan besteden, dat die ruimte en die mogelijkheid er is. Maar ik zou hem wel willen in de APV wel vast willen houden aan 1 dag schieten in beginsel. 1 dag schieten alleen op oudejaarsdag. En als zich dat weer voordoet over 6 of 7 jaar en er is behoefte aan op dat moment om dat ook weer te kunnen doen, dan kan er een ontheffing worden gegeven ook weer voor die zaterdagmiddag. Zeg maar. Dus dat hoeft niet in de weg te staan, maar dat helpt mij wel in die 6 tussenliggende jaren om gewoon te zeggen het sluit aan bij de praktijk. Oudejaarsdag is gewoon kabitschietdag. Op die manier denk ik dat we daar heel goed aan tegemoet kunnen komen. Dat denk ik ook. Fijn om te horen. Ja.
Want dat voorziet gewoon in een behoefte. En dat is prima om te doen. En daarmee beperk je toch, hou je de overlast ook beperkt. Tot in principe één dag in het jaar. Behalve dan als het op een zondag valt. Het toezicht, even kijken, dan kom ik bij, ja, dat is het toezicht rondom de horeca. Die Veerbeek heeft ingesproken. Ik herinner me nog goed dat we een aantal keren om tafel ook hebben gezeten in het verleden. Met de buurtbewoners ook van de Julianenstraat. Ook met horecaondernemers die daar zitten, horecaondernemers destijds. Daar is de pilot eigenlijk ook uit voortgekomen. En ik vind het heel vervelend dat er zoveel overlast ervaren wordt. Met name door het afval, wildplassen, glasscherven en dergelijke. We hebben daar toen ook afspraken over gemaakt. En blijkbaar zakt dat dan toch weer weg. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. We hebben een heel mooi convenant veilig uitgegaan met de horeca in onze gemeente. En de meeste uitbaters die houden zich daar ook keurig aan. Die beperken zich niet tot het pand alleen. Maar die nemen ook vaak een strook van zo'n 30 meter rondom het pand ook mee. En voelen zich daar verantwoordelijk voor. Ik vind dat ook niet meer dan normaal dat dat zo is. Dus ik stel mij voor dat we ten eerste nog eens weer kijken van hoe loopt dat daar nu. Blijkbaar gaat het niet goed. Tenminste zo wordt het door de buurt ervaren. Dus misschien moeten we maar eens weer om tafel gaan zitten. Afspraken hernieuwd maken. Maar ik wil ook nog eens kijken in overleg met het openbaar gemiet, met de buitendienst. Om eens te kijken hoe gaan we nou om met de schoonmaakroutes en dergelijke. En valt dat in te passen om de veegauto's zeg maar, op bepaalde momenten gewoon op zondagmorgen daardoor die straat te laten gaan. Als het echt zo grootschalig is als nu wordt gezegd. En dat zal zo zijn. Dus daar moeten we naar kijken. Dus dat ga ik opnieuw bekijken met in overleg met de medewerkers en met de horeca-exploitant zelf. Meneer Stelstra, vraag. Ja, dank u wel. Wij zijn met Nieuwe ook even benieuwd naar het klachtenpatroon. U geeft aan, er is een pilot geweest. Er zit in die zin niet veel informatie over de pilot. Waar die heeft plaatsgevonden. Ik kan me voorstellen dat het in kernen verschillend gedrag plaatsvindt. Dus wellicht kunt u daar nog wat technische informatie over delen. En we zijn ook benieuwd hoe de pilot, zou ik zeggen, met de buurt is gedeeld. Of hun belang daar ook in is meegenomen. De mensen die dicht bij de horecagelegenheden wonen. In aanloop inderdaad naar het opzetten van deze pilot bij de danscafés is er met de buurt gesproken. Dat is heel specifiek in Dedemstraat gebeurd. Omdat daar ook destijds de klachten vandaan kwamen. Dus we hebben daar met de buurt destijds om tafel gezeten. Wat ik net zei, ook de horeca-exploitant is daarbij betrokken geweest. We hebben daar afspraken over gemaakt. In het kader van toezicht heeft de politie ook daar destijds bike-teams ingezet. Voor de nachtelijke uren, zeg maar, om toezicht ook te houden. In Hardenberg speelde dat veel minder. Kwamen eigenlijk niet veel klachten vandaan. Destijds vanuit het podium wel. Maar daar is ook een apart project pilot opgezet. Dat is ook met de buurt overleg geweest destijds. Bestuur van de buurtvereniging is daarbij betrokken geweest. Ja, en eigenlijk is het klachtenpatroon minimaal. En dat wil niet zeggen dat er geen overlast is. Maar het is eigenlijk heel erg incidenteel. En daar waar het is, proberen wij direct ook te acteren door met de buurt en de exploitant in overleg te gaan. Dat heeft onlangs nog weer plaatsgevonden hier in Hardenberg, in de Voorstraat bij een horecapand. En dan maken wij daar gewoon sluitende afspraken over met de exploitant zelf. En dan kijken we ook van wat wordt er verwacht vanuit de zijde van de politie in het kader van toezicht. En dan vindt er ook extra toezicht plaats. Maar op het moment dat dat goed gaat, dan neemt het toezicht gaat ook weer terug. Omdat er geen noodzaak toe is. Dus er wordt vooral geacteerd op signalen. Als die binnenkomen en dan gaan we om tafel zitten. Maar het is echt heel erg incidenteel in deze gemeente. Ja, maar uw ervaring is dat dus naar aanleiding van de pilot dat die signalen afnemen? Ja, in zijn algemeen, daar vallen geen lijsten uit op te maken waarvan je zegt, van, nou dat is het klachtenpatroon, is zo duidelijk, is zo stevig. Dat is niet het geval. Het aantal klachten is eigenlijk minimaal. Dat is ook wat ik in het begin zei. Er komen steeds, in zijn algemeenheid, neemt het klachtenpatroon af. De
seksinrichtingen. Ook in de APV opgenomen, 2x2. Dat is eigenlijk het handhaven van de bestaande situatie. En we hebben gezegd, want in de praktijk is er in deze gemeente, formeel zeg ik erbij, en officieel, is er één inrichting nog werkzaam. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, je zit er wat ruim in. Maar aan de andere kant hebben wij gezegd, ja, we zouden kunnen afschaffen of te beperken tot één. Maar we hebben er eigenlijk wel behoefte aan dat vooral dit soort inrichtingen ook langs de formele weg zich meldt. En ook ja, op die manier er ook toezicht op kan zijn. Toezicht in de zin van hygiëne, toezicht in de zin van veiligheid voor bezoekers en voor medewerkers daar. En dat is de reden om dit artikel wel degelijk hierin te laten staan. Ja, en hoe lang hebben wij er al één? Ja, ik denk een aantal jaren sinds, ik denk een jaar of 5, 6. We hadden vroeger 2, 1 in Delfshaven, nu zit er nog één langs de Zwarte Pad, heet dat volgens mij. En daar is nu feitelijk nog maar één werkzaam. Ik zeg er wel eerlijkheidshalve bij, ook daarin zie je een maatschappelijke ontwikkeling. En ook met de komst van het internet, dat wij natuurlijk niet weten wat er nog meer gebeurt. Af en toe popt er eens wat op. En dan weet je ook dat er zogenaamde thuiswerksituaties zijn, om het zo maar te zeggen. En daar wordt ook wel op geacteerd. Dus wij hebben er eigenlijk belang bij dat het zichtbaar is en dat het via deze, via een officiële vergunningaanvraag gaat. Ja. Maar goed, als ik u goed begrijp, zegt u, er is geen enkele noodzaak om, om twee te hanteren. Het is al jaren zo dat er slechts één seksinrichting actief is binnen de gemeente. Ik heb begrepen dat vanuit de geschiedenis, toen er jaren geleden 2 waren, er omwille van die situatie 2 zijn. Maar wij vinden dat in die zin niet meer nodig. Maar u stippelt wel een heel ander interessant onderwerp aan, voorzitter. En dat gaat namelijk over de controle van de verschillende vormen van prostitutie. En daar zijn we ook wel erg geïnteresseerd in. Maar ik denk niet dat dit nu het... het gaat mij met name om de handhaving en controle van die vormen. Maar ik denk niet dat het past binnen dit onderwerp. Maar goed, wij zijn er wel voor om het aantal seksinrichtingen terug te gaan brengen naar het minimaal benodigde aantal. Akkoord, dat is altijd... waar zet je de normen, zeg maar, hè, voor dit soort zaken? De heer Gelling. Voorzitter, mag er nog één... Voorzitter, neem ik aan. Ik moet toch zeggen dat het mij wel verbaast. Want ik hoorde u al heel erg duidelijk zeggen dat formeel en officieel er één inrichting is in de gemeente. Maar daar... u zegt zo van, we hebben geen zicht op de rest. Terwijl ik dat wel heel belangrijk vind. Dus ik sluit me wel aan bij de woorden van de instantie, maar juist niet... Om het te verbieden, hè, zeg maar, om het daar te houden. Maar juist om daar heel goed toezicht op te houden. Omdat het natuurlijk tamelijk bekend is dat dit soort van praktijken vaak samengaan met afpersing en loverboys en dat soort van zaken. Vindt mijn fractie dat wel een heel belangrijk onderwerp. En juist om er een soort van stigmatisering aan te geven als het nog controleerbaar gaat in een club. Dingen dat we daar niet te veel van moeten vinden. Maar juist aandacht moeten hebben op dat illegale circuit. Waar volgens mij heel veel dingen gebeuren die we toch absoluut niet zouden moeten willen in deze gemeente. Dat is hartstikke fijn om te horen. We hebben hier een heel aantal vragen al klaar liggen. Dus wellicht kunnen we die samen indienen. Het is dus een bewuste keuze om wel 2 te blijven handhaven. 2x2 geweest. Zoals gezegd, om vooral ook in het legale vooral de mogelijkheid te bieden. Zodat er ook toezicht en controle op kan zijn. En natuurlijk is het in het kader van opsporing van strafbare feiten een van de prioriteiten. Mensenhandel, prostitutie, ondermijning, een van de prioriteiten ook van politie staat ook in het jaarplan. En gaan we ook in 2018 ondermijningsbeelden per gemeente maken. Ook in deze gemeente zal een ondermijningsbeeld worden gemaakt. Daarbij zal dit punt ook zeker aan de aandacht komen. Hè. En daar waar er signalen zijn of waarin de politie zelf stuit op vormen van illegale prostitutie, om het zo maar te zeggen. Wordt er ook altijd opgetreden, wordt er altijd geacteerd. En dat mag zonder twijfel zijn, ook in deze gemeente. Ik kom
Even kijken, bij het onderdeel APV in werkingtreding heb ik gezegd. Dat is bedoeld zoals het nu staat in het voorstel na publicatie. En wij willen dus publiceren op 1 januari of op 2 januari. Ja, en daarmee heb ik volgens mij alle vragen die ik althans genoteerd heb daarmee behandeld, voorzitter. Voorzitter, ik mis nog één antwoord op de vraag van het vuurwerk. Ook naar aanleiding van de inspreker, maar ook omdat er ieder jaar toch een discussie weer terugkomt over het al dan niet toestaan van vuurwerk. Nou zijn wij als fractie geen voorstander van het af te schaffen, maar wel de vragen nu wat eigenlijk uw gedachte daarover is om het vuurwerk zeg maar te verbieden, maar dan gemeentelijk af te steken op één groot terrein. Dus voorafgaand aan de discussie. En twee, toch ook wel eventjes of u tevreden bent over het opruimen van het afval, of dat daar wellicht ook nog enige verbetering in kan plaatsvinden. Ten aanzien van het afsteken van het vuurwerk hebben wij daar nu een, voldoen wij ook aan de termijn die landelijk daarin is gesteld. Ik heb in het verleden, volgens mij 2 jaar geleden, geprobeerd een discussie daarover zo eens even in het leven te roepen. Ik kijk ook nog even naar de fractie van het CDA volgens mij. En heb geconstateerd dat daar weinig draagvlak voor is om centraal 1 groot vuurwerk af te steken. Het lijkt mij fantastisch mooi om aan de oevers van de Vecht hier in Hardenberg en aan de Voort in Dedersvaart en in Balkbrug wellicht, om op centrale plekken mooi vuurwerk af te steken en daarbij te laten. Alleen ik constateer dat tot op de dag van vandaag daar hier in deze gemeente niet zo heel veel draagvlak voor is. En ik ben ook een realist. Dat CDA ook even wil reageren. Voorzitter, met het een hoeft de ander toch niet uit te sluiten? Ja, dan wordt het volgens mij dubbelop. Wat mij betreft moet het zomaar blijven. Tenzij er natuurlijk een club is die zegt, nou, het lijkt ons wel leuk om zo'n evenement te organiseren. En u weet, daar werken wij heel vaak aan mee, aan het organiseren van evenementen, in het kader van evenementenbeleid. Ja, ten aanzien van het opruimen, de heer Hatholt, inderdaad. We hebben een aantal jaren al meegedaan, ook aan de acties van de ROVA. De heer Hatholt die gaf dat al heel mooi aan. Ik merk daarbij wat wisselend succes. Soms wordt het wel opgepakt, soms niet. Ik denk dat we het niet vaak genoeg kunnen benadrukken. En ook de bedoeling is, we zijn nu weer bezig met afronden van de draaiboeken en de communicatiecampagne voor dit jaar. En daarin zullen we zeker ook weer meenemen van leuk om vuurwerk af te steken. Maar het opruimen hoort daar ook bij. En doe dat nou gewoon gezellig samen met je buurt en neem daarin het initiatief. Dus we gaan er zeker weer aandacht aan besteden, ook dit jaar, om een mooie campagne van te maken. En ik constateer dat in heel veel gevallen dat ook gewoon actief gebeurt. En dat er sommige plekken zijn waar dat wat lastiger is. En daarmee komen wij met onze gemeente ook op bepaalde plekken gaan wij langs om dat ook maar op te ruimen. Maar het is eigenlijk de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf. Inwoners van onze gemeente om, als je rommel maakt, om dat ook zelf weer op te ruimen. Dat was het, voorzitter. Burgerparticipatie hoor ik. Is er behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Luiten zie ik. Meneer Stelpstra, UvD niet. Hoes niet, CDA niet. Mevrouw Luiten. Ja, de burgemeester heeft het wel heel kort aangestipt, maar voor mij in ieder geval niet een bevredigend antwoord gegeven over het verruimen van de bevoegdheden van politiefunctionarissen als toezichthouder. Als je ziet wat toezichthouders allemaal mogen, namelijk zonder een verdenking voor strafbare feiten of het plegen van strafbare feiten, bijvoorbeeld op het erf komen en allerlei dingen controleren. We hebben in Nederland heel streng gereguleerd wat de politie allemaal wel of niet mag. Ze mogen dit in principe niet, want anders was dit ook helemaal nergens voor nodig. En daar hebben we toezichthouders voor. Ik krijg toch een beetje het gevoel als ik dit lees, dat via deze APV en via een heel andere functie van toezichthouders met ruimere bevoegdheden, we opeens de bevoegdheden van de politie zomaar gaan verruimen. Terwijl we niet voor niets die scheiding hebben gemaakt tussen wat politiefunctionarissen mogen en wat toezichthouders mogen. En daar heb ik nog geen duidelijk antwoord op. Dus dat graag voor de tweede. Meneer Gelling? Oh, nee, sorry, het was meneer Stelpstra, excuus. Ja, ik had nog gevraagd naar de bevoegdheden van de burgemeester, waarom die zo ruim zijn gedefinieerd. Zo staat er onder andere ook
ten aanzien van woonoverlast, hè, dat de burger meeste beleidsregels vast gaat stellen over het gebruik van deze bevoegdheid. Ik ben even benieuwd, hoe komen wij dat, worden wij daarin betrokken of stelt hij die vast, deelt hij die met ons of zien wij daar verder niks van? Dan tenslotte nog ten aanzien van de seksinrichtingen. Er wordt ook gesproken dat de instellingen een bedrijfsplan moeten overleggen. En ik ben even benieuwd, hè, wat is de... dat wordt ingebracht als een nieuw element in deze APV. Wat dat ons brengt, CQ, wat dat ons helpt als we het hebben over een stukje toezicht en handhaving. Nou, dat was het even voor deze termijn. Okay. Kort verder. Dank u wel, voorzitter. Ik probeer nog even antwoord te geven op de vraag van mevrouw Luiten over de aanwijzing van politiefunctionarissen als toezichthouders voor de APV. Ik heb het nog even weer bijgepakt. Eigenlijk is het niet meer, niks meer of minder dan handhaving van de bestaande situatie, zeg maar. Alleen vroeger ging het om de politie IJsseland en nu gaat het om de politie Oost-Nederland. Dus dat is eigenlijk de enige formele wijziging die hier gegeven wordt. En daarbij gaat het dan wel over, en dat gaf ik net ook al aan, dat politiefunctionarissen zeg maar een toezichtshoudende rol krijgen. Zodat ze inderdaad op bepaalde momenten kunnen ingrijpen. Of in ieder geval, wat ik net zei, het wordt met name gebruikt voor de inbraken in woningen en schuren. Mensen aan de kant van de weg zetten en dat je dan kunt acteren, zeg maar, op basis van deze bevoegdheid. Het een erf betreden of iets dergelijks, daar zal men zeer terughoudend mee omgaan. In de praktijk komt dat eigenlijk nauwelijks voor. Ook daar geldt weer proportioneel en subsidiair. Dus terughoudend, alleen daar waar het in verhouding staat tot de aard van de verwachte overtreding of misdrijf. Voorzitter, dan heb ik toch nog een vraag in vervolg hierop. Want u zegt, het komt er eigenlijk bijna nooit voor en ze zullen er ook terughoudend mee omgaan. Dat heb ik u een aantal keer horen zeggen het afgelopen half uur. In dit geval vind ik het een heel serieus punt, omdat u mensen die al ontzettend veel bevoegdheden hebben, bijvoorbeeld het monopolie op geweld en nog een aantal van dat soort zaken, dat u die nog meer bevoegdheden wil geven die we eigenlijk niet nauwelijks kunnen controleren. En dan vind ik het wel heel makkelijk om te zeggen, maakt u zich er niet zo druk over, want dat gebeurt eigenlijk nooit en ze zullen echt niet zo vaak op een erf betreden. Maar ze kunnen het, als we dit hiermee instemmen, wel. En we hadden dat niet voor niks aan banden gelegd. Want de politie is voor een verdenking van, als er strafbare feiten zijn gepleegd en een toezichthouder juist niet. En dat is niet voor niks dat dat zo gescheiden is. Zoals gezegd, het gaat niet om nieuwe bevoegdheden. Er is niets nieuws. Er is geen toename van bevoegdheden. Dit is een bestaande situatie die nu wordt overgeschreven van politie IJsland naar de politie Oost-Nederland. Dus ook nog niet de gehele politie, maar de politieeenheid Oost-Nederland. En u zegt van, er is geen toezicht op die politie. Dat is dus onjuist. Er is natuurlijk wel degelijk toezicht op de politie in het kader van een klachtenprocedure, bijvoorbeeld. Maar ook in de gewone normale procedures zal het handelen van de politie, u weet dat als geen ander, ligt natuurlijk enorm onder het vergrootglas. Daarmee is er wel degelijk ook toezicht op het handelen van de politie. Maak ik dat ook in die zin wel regelmatig mee, ook in deze gemeente, dat daar vragen over worden gesteld of dat daar wel informatie over wordt ingewonnen. Dus dat is ook heel goed, hè, dat we daar heel zorgvuldig mee omgaan. Maar bijvoorbeeld, er is wel eens een burger die een klacht heeft over het optreden van de politie. En die meldt zich of bij de burgemeester, dan wel bij de politieorganisatie zelf. En in beide gevallen hebben we daar een klachtenregeling voor. Maar ziet die klachtenregeling ook op bevoegdheden die ze dan niet als politie hebben, maar dan dus als toezichthouder? En dat maakt daar volledig onderdeel van uit. Dat gaat over het handelen van de politie. En de hoedanigheid van politiefunctionarissen dan wel als toezichthouder opereren. Dat wordt daarin volledig meegenomen. Dus daar zit de waarborg in. En gelukkig. En dat is ook goed
dat zo is. Ik ga even kijken naar de vraag nog van de ChristenUnie. En dat ging volgens mij nogmaals over toezicht op de prostitutiehandel. Heb ik dat nou goed begrepen? Ja, ik had nog een tweetal elementen. Het eerste was de brede definiëring, hè, van uw bevoegdheden. Ik gaf daar als voorbeeld bij woonoverlast. Daar staat: de burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid. Ik ben even benieuwd hoe we dat concreet voor ons kunnen zien. En het tweede aspect was inderdaad ten aanzien van de prostitutie. U geeft aan dat u een soort van bedrijfsplan vraagt. Zijn een nieuw onderdeel van het APV. Om wat meer controle en handhaving plaats te laten vinden. Ik zie dat niet exact terug in de, als ik dat artikel lees, want er wordt gevraagd om een noodplan en dat soort zaken. Maar als we kijken naar de sector, dan is, zou ik maar zeggen, criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, sociale problemen en eenzaamheid, dat zijn wel belangrijke thema's. En ja, dat vinden wij niet terug in dat bedrijfsplan. Akkoord, dank u wel voor de toelichting. Allereerst over de brede definiëring en de toename van bevoegdheden van de burgemeester. Dat is wat ik in het begin ook zei. Hè, van, je ziet de samenleving die ontwikkelt zich, die verandert zich en je moet daarop kunnen schakelen bij bepaalde situaties. En daarom is her en der gekozen voor een bredere definiëring of een ruimere bevoegdheid toekenning aan de burgemeester. En nogmaals, hè, dat heb ik ook al eerder gezegd. Daarmee moet je prudent en voorzichtig blijven omgaan, maar het kan noodzaak zijn om snel te schakelen. Waar het gaat, bijvoorbeeld over woonoverlast, zien we dat met de ambulantisering van de zorg meer mensen met een gedragsvraagstuk die niet meer in een instelling wonen, maar gewoon in de thuissituatie in de eigen buurt blijven wonen. Dat meer en meer in Nederland, maar dat zie je ook in onze gemeente, leidt tot problemen. Of in het huis zelf, of met de directe omgeving, met de buren. En daarvoor is ook dit nieuwe artikel ingevoegd over aanpak en handhaving van woonoverlast. En daarin kunnen inderdaad nadere beleidsregels worden gesteld. Dat kan de burgemeester zelf doen. En dat is ook mijn voornemen om dat zo op te zetten. Maar ik kan u natuurlijk prima informeren over hoe vaak dat voorkomt en de lijnen die daarin zitten. Zeg maar, zit daar een toename in, een afname? De ernst van de zwaarte van de situaties, nemen die toe, nemen die af? En daar zou ik u natuurlijk prima van op de hoogte kunnen houden van hoe ontwikkelt zich dat nou in deze gemeente. Ten aanzien van prostitutie. Is het zo dat er een bedrijfsplan kan worden gevraagd? Dat is in feite de situatie dat je een oordeel wilt vormen over van. Dat doen we nu ook bij BIBOP-procedures. BIBOP-procedures zijn procedures daar waar je het vermoeden hebt of van dat je zegt: nou, wij willen wel eens weten waar de herkomst van de gelden van de investeringen vandaan komen. En dan vragen wij aan mensen die een bedrijf willen beginnen om daar inzage in te geven. Van, hè, waar komen de gelden vandaan? Hoe is het geld verkregen? Hoe ziet de exploitatie eruit? En dat geldt in dit soort gevallen ook rondom prostitutiebedrijven. Waarbij je ook nog kunt denken, naast noodplannen, maar ook aan gegevens van wie werken daar nou? Waar komen die medewerkers vandaan? Daar zijn ze legaal. Naartoe. Ja, dat maakt daar een onderdeel van uit. En dat gebeurt overigens nu ook al. Hè. Politie controleert met enige regelmaat deze bedrijven. En kijkt dan van wie is daar aanwezig. En dan wordt ook gekeken van waar komen deze mensen. En nogmaals, in het geval van de formele inrichtingen zoals wij die kennen, in dit geval nog één, is dat eigenlijk altijd op orde. Ik maak mij veel meer zorgen over die situaties die wij niet op voorhand kennen of waar we mee geconfronteerd worden. Want daar is vaak wel wat aan de hand. Nou, ook daarin wordt opgetreden. Tot zover, voorzitter. Nog één vraag van meneer Nijhoff. Ja, ik had in de eerste termijn al gevraagd naar eventuele financiële consequenties van het cameratoezicht. Kunt u daar iets van zeggen? Ja, op dit moment speelt het niet.
Er zijn geen acute situaties op dit moment waarin we zeggen, nou, als ik de raad deze APV vaststelt, dan sta ik 1 januari ga ik cameratoezicht invoeren. Ik weet dat in Hardenberg op het bedrijfspark Haardijk de behoefte bij de ondernemers zelf is om iets met cameratoezicht te doen. Wij zijn daar ook voor een deel bij betrokken. Maar daar, waar het gaat om het publieke gebied, speelt het niet. En zijn er op dit moment dus ook geen investeringsvragen aan de orde. Dus dat zullen we van situatie tot situatie moeten bekijken. En het is zo dat, dat kan ik nog toevoegen, de politie de beschikking heeft over zogenaamde mobiele camera toezicht instrumenten. En dat gebeurt wel eens af en toe, daar waar een criminele situatie is of overlast, zoals ik net al zei. Dan kan er incidenteel geschakeld worden door het ophangen van camera's. Dat vindt gewoon plaats binnen de reguliere begroting van de politie. Helder. Rest mij de vraag of het een bespreekstuk of een hamerstuk moet worden. Ik gok een bespreekstuk. Wat ons betreft een bespreekstuk. Ja, dacht. Goed, gaan we dat doen. Gaan we hem als bespreekstuk meenemen naar de raadsvergadering over 2 weken. Gaan we naar agenda punt 5. Vaststelling, structuur, visie, herprogrammering, woningbouw, gemeente Hardenberg. Wie wil daar... Oh, sorry, ja, we gaan eerst even de inspreker doen. Ja, goed. Het is toch fijn dat je een griffier naast je hebt af en toe. De inspreker. Ja, wel vaker hoor. René Makkinga. Dank u wel, voorzitter. Geachte gemeenteraad en college van gemeente Hardenberg. Namens initiatiefgroep Lutten Leeft en coöperatie Lutten Bouwt mag ik u informeren over de structuurvisie herprogrammering woningbouw dat ter bespreking ligt in deze oriënterende ronde. Het opnieuw bestuderen van deze structuurvisie en de inspraaknotitie heeft ons als bestuur nieuwe informatie verschaft die ik graag met u wil delen. Het advies dat wordt gedaan om in bepaalde kernen, waaronder Lutten, het aantal woningen uit de plannen te reduceren, is volgens ons voor een deel achterhaald. Wij worden ingehaald door de tijd. Het onderzoek is vooral gebaseerd op historie van de afgelopen jaren en een inschatting door externe partijen in algemene zin. Een aantal opmerkingen die we lezen. De afzet in de afgelopen jaren is gestagneerd en daarmee de woningbouw ook. Senioren hebben een te grote woning slecht kunnen verkopen, waardoor doorstroming te weinig heeft plaatsgevonden. De vraag is nu of dat voor alle kleine kernen hetzelfde is, voor Lutten in tegendeel. In het afgelopen 1,5 jaar zijn er in Lutten, Oud-Lutten en Keijendorp ruim 50 woningen verkocht. Het aantal woningen dat op dit moment te koop staat is minder dan 1,75%. Zelfs de grote landhuizen worden nu verkocht. De vergrijzing lijkt in Lutten stabiel. Dit tegen de prognoses in. Er blijven meer jongeren in Lutten wonen, dus de doorstroming van jong en oud is goed op gang gekomen. Er komen zelfs jongeren van buitenaf richting Lutten om daar een woning te vinden. Hierdoor groeit tevens de categorie kinderen. Dat is ook terug te zien aan het aantal leerlingen dat we op de basisschool De Fontein zien. Het aantal is op dit moment 140... in plaats van het afnemen geprognosticeerde aantal van 130. Wat wij niet uit het oog moeten verliezen is het voorzien in voldoende wooncapaciteit voor senioren. Daar krijgen wij regelmatig opmerkingen over. Wij willen dus uitbreiding en ook voorzien in deze leeftijdscategorie in onze kern. Vooral deze leeftijdscategorie heeft baat bij snel handelen. Wij lezen in de structuurvisie dat de behoefte iedere 2 jaren wordt geactualiseerd. Hoe zit het met het ontwikkelen binnen deze periode en wanneer gaat deze periode in? Er staat dat reeds gebouwde woningen van de harde plancapaciteit af kan worden getrokken. Hoe zit dat in Lutten? Op het moment van ter inzage liggen waren er 8 woningen van de voorraad harde plancapaciteit in aanbouw en reeds verkocht. En op het moment van ondertekening van deze structuurvisie bijna afgebouwd. Dit is dus geen beschikbare harde planvoorraad meer voor Lutten. De harde plancapaciteit staat nu op 8 tot 12 woningen.
Verder wordt er aangegeven dat er een passende plantvoorraad beschikbaar moet zijn van rond 1% van de bewoners. In kleine kernen, maar er wordt ook een indicatieve norm genoemd van 1 tot 10. Voor de kern Lutten komt 1% neer op 20 tot 22 woningen. Dat is precies het aantal woningen dat de Wieken 2 als plancapaciteit heeft. Hoe zit dat dus met een indicatieve norm en het percentage van 1%? Wij vragen ons af waar het plan van de Wieken 2 op is gebaseerd. Is er überhaupt een plan? Er staat beschreven dat er weinig ambitie is voor het beschreven plan en tegelijkertijd dat er een plan ontwikkeld wordt met focus op lokale behoeften. Het plan Wieken 2 zou onvoldoende bijdragen aan de middellange en lange termijn ambitie en draagt onvoldoende bij aan het woningaanbod voor jongeren, senioren en lagere inkomensgroepen. U heeft nog antwoorden te goed van ons over de actuele ambitie in de kern Lutten. De aantallen op een rij. Gouden Regenstraat. 5 rijtjeswoningen voor starters. 4 senioren- of levensloopbestendige woningen. Wanneer alle serieus mee blijven doen, is de straat te klein. De ambitie in de Gouden Regen en de reeds verkochte woningen in de Meidoorn laten tevens zien dat inbreiding in de kern Lutten eigenlijk een gedane zaak is. Ambitie in de Wieken 2. 5x2 onder 1 kapwoningen en 2 vrijstaande woningen. Om deze toekomstige bewoners van zowel de binnen de kern als erbuiten gemotiveerd te houden, is snelheid en duidelijkheid waarborgen noodzakelijk. De structuurvisie geeft aan dat de koper centraal moet staan. Hier zit onze grootste zorg als bestuur Lutten leeft. Wij zijn enorm content met het feit dat aan de raad is voorgesteld om op te nemen dat er met plaatselijke belangen een convenant wordt gesloten en afspraken waar mogelijk worden vastgelegd. Hiermee zou deze zorg weggenomen moeten worden. Er staat alleen nergens beschreven wat hiervan een streefdatum is, terwijl wat ons betreft een van de belangrijkste punten is. Te vrijblijvend dus. Wij zien graag een toevoeging hierop. Al met al, zoals u inmiddels van ons gewend bent, een positief Luttene leefsprookje dat werkelijkheid lijkt te worden. Ik heb 5 specifieke vragen. De mogelijkheden tot ontwikkelen binnen deze 2 jaren dat plancapaciteit wordt geactualiseerd. Hoe zit het met de voorraad harde plancapaciteit, minus reeds gebouwde woningen? Hoe zit het precies met passende planvoorraad in percentage of indicatieve norm? Welk plan ligt er nu van de Wieken waarop de ambities zijn getoetst? En als laatste, wanneer kunnen wij als plaatselijke belangen verwachten dat een convenant wordt vastgesteld? Dank u wel. U ook bedankt. Helder betoog. Ik ga eens even kijken of er nog vragen zijn. Ik zie de ChristenUnie hand omhoog gaan. CDA nog niet. Alleen mevrouw Hof. Dank u wel. Meneer Makkinga, ik heb eigenlijk 2 vragen. Begrijp ik u goed dat u ook al gerustgesteld zou zijn als u hoort dat er maatwerk per kern mogelijk is? Dus dat zou dan ook gelden voor Lutten. En de tweede vraag is, hoor ik u nu zeggen dat het plan de Wieken 2 gebaat zou zijn bij een ander soortige nieuwbouw dan dat er eigenlijk gepland stond? Een ander type huis, bijvoorbeeld voor senioren in plaats van 2 onder 1 kap? Ja, dat is juist. In de structuurvisie die er nu ligt, staat een plan beschreven. Alleen, ja, daar zijn wij in principe nooit bij betrokken geweest. Dus wij vragen ons af waar dat vandaan komt. Okay, de ambities die wij toetsen zijn anders. En de koper zou centraal moeten staan. Dus wat ons betreft gewoon het hele plan over de kop en opnieuw gaan ontwikkelen. En uw eerste vraag was? Maatwerk per kern. Heb ik het goed als ik uit uw betoog opmaak dat dat juist ook is waar u naar op zoek bent? Jazeker. Ja, wij zien die behoefte bij ons. Wanneer wij de ambitie toetsen, krijgen wij enorm veel animo. Alleen wat daar heel belangrijk is, wat ik net omschreef, is snelheid en kunnen aantonen wat de bedoeling is, wat mogelijk is en binnen welk tijdsbestek. Kijk, er ligt nu een plan waarvan wij niet kunnen aangeven hoe lang dat gaat duren.
En dan haken eventuele ambities weer heel snel af. Ik gelijk nog. Ja, voorzitter, dank u wel. Eén aanvullende vraag. Want ik hoorde u, meneer Mark, ik ga net zeggen dat u ergens nergens bij betrokken bent geweest. Bij de ontwikkeling van een structuurvisie, klopt dat? Nou, wel bij de structuurvisie, maar niet bij het plan Wieken 2. Wieken 2 ligt al heel lang in Lutten. Alleen het is nooit echt een plan geweest. Het ligt er wel als ja, zachte plancapaciteit. Alleen wij zien nu in de structuurvisie aantallen woningen staan. En daar zijn wij niet bij betrokken geweest. En okay. wij zien naar ambities die wij zien, of toetsen, andere behoeftes. Helder. Nog één vraag voor, als ik mag. Want ik lees ook overal dat de convenanten gesloten worden. Maar ik lees ook dat die dit jaar nog gesloten zouden moeten worden. Maar u bent er nog niet voor uitgenodigd om een afspraak te maken tot het sluiten van het convenant. Nee, dat is juist. Helder. Dank u wel voor uw inspraak. Gaan we het punt inhoudelijk behandelen met de afvaardiging van de gemeenteraad van Hardenberg. Agenda punt 5 dus. Wie wil daar het woord over voeren? Van Luiten, mevrouw Kelder, Gerling, Van Hof, alle fracties die hier aanwezig zijn. Meneer Breukeman. Ja, dank u wel, voorzitter. De structuurvisie rondom de woningbouwplannen. Voorop wil ik even zeggen dat als hier raadsvoorstellen in ons midden komen die kwalitatief naar onze mening nog wat te wensen overlaten, dat we graag vooraan staan om dat ook altijd, daar ook altijd een melding van te maken. In die zin wil ik er nu wel melding van maken dat het stuk wat nu voor ligt helder is, transparant is. Dus complimenten daarvoor. Waarderen wij zeer. Een stuk dat uitgaat van bouwen naar behoeften, dat hebben we ook in de vorige keer hier besproken, voordat we tot de inzagelegging overgingen. Een stuk dat mogelijkheden biedt ook voor die kleinere kernen. En dat kom ik ook meteen even bij de inspraak, ik had geen vraag aan de inspreker, maar wel aan het college. Wat ook gesproken over het tot stand komen van die convenanten. Dat staat bij eind 2017, dat wordt de raad eigenlijk opgedragen om dat ook te gaan doen. De eerste vraag die erbij is, gaat u met alle plaatselijke belangen die convenanten aan? Dat lees ik in de tekst wel regelmatig, maar ik zie vaak 6 naar voren komen. Als dat zo is, dan vraag ik aan het college, van hoe kijkt u dan aan naar de wat kleinere kernen? Doelgroepen zijn verwoord in het stuk. Nog wel een aantal vragen, zowel naar aanleiding van de inspreker. Kunt u daar kort op ingaan, met name als het gaat om die woningen die eigenlijk al bijna afgebouwd zijn, wat het effect daarvan is. Misschien is het ook wat verjaring in zit als het gaat om de cijfers die gebruikt worden voor de ladder. Ik weet niet of daar wat aan te doen is, maar graag daar een kleine reactie op. En dan is er vanmiddag nog een brief gekomen vanuit Slaghaar. Ik weet niet of het college die brief ook al gelezen heeft, maar als het wel zo is, dan graag daar een reactie op. En daar wou ik voor de eerste termijn even bij laten. Dank u wel. Mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Meneer Breukeman refereerde er al even aan, maar op 4 april heeft de Raad unanieme motie van de coalitiepartijen aangenomen. Die gaat over het verstrekken van meer informatie over ontwikkelingen in de lokale en regionale woningmarkt en de resterende plancapaciteit per kern. En het neerzetten van een duidelijk tijdspad en bijbehorende procedures bij hernieuwde woningbouwplannen. Dit mede in het licht van het feit dat de gemeente er nadrukkelijk van uitgaat dat ze in veel situaties mede afhankelijk is van andere partijen om beleidsdoelen te kunnen effectueren. Mijn vraag is eigenlijk, wordt die informatie verstrekt ook in de convenanten die met de plaatselijke belangen worden opgesteld? Want anders missen wij daar eigenlijk wat over in de visie. Onder criteria langetermijndoelen, dat staat in paragraaf 3.2.1, zou de ChristenUnie eigenlijk wel graag een 9e criterium willen toevoegen, namelijk het plan levert een bijdrage aan de verduurzaming van het woningaanbod. In de visie staat dat er in de nieuwe omgevingsvisie de leefbaarheid van de kleine kernen, die aan veranderingen onderhevig is, ruimschoots aan de orde komt. En onze vraag is of dat zal aansluiten bij deze structuurvisie herprogrammering woningbouw. Wat voor de ChristenUnie ook als vervolgvraag oplevert, is het ook de bedoeling deze structuurvisie woningbouw
te integreren in de omgevingsvisie. Die in voorbereiding is en die in 2018 gereed zou moeten zijn. Dan hebben we nog een wat kleinere vraag. In de visie staat dat met de productie van woningen slechts in zeer beperkte mate invloed kan worden uitgeoefend op ontwikkelingen. Dat lijkt ons ook aardig logisch. Het aantal inwoners gaat van woningbouwproductie niet stijgen. Maar in het raadsvoorstel staat dat het versnellen van de woningbouw het effect heeft dat de bevolkingsprognose positief wordt beïnvloed door veel huishoudens aan te trekken en te behouden. Dus wij zijn even benieuwd hoe dat nu precies zit, hoe de portefeuillehouder dat ziet. En dan de mogelijke juridische en financiële implicaties van deze structuurvisie zijn ten opzichte van de ontwerpstructuurvisie niet verder uitgewerkt. En wij vroegen ons af of daar niet al wat meer over te zeggen is. Anders dan dat de gemeente hierover de dialoog met de betrokken partijen zal voeren, want dat staat er wel in. Dat was het. Dank u wel, meneer Gelling. Ja, voorzitter, dank. Laat ik beginnen ook met de opmerking en aansluiting op hetgeen meneer Breukeman zei, dat ook mijn fractie vindt dat de gedachte achter de stukken zoals hier liggen wel goed is. Dat u wat harde plancapaciteit terugtrekt om daarmee ruimte te creëren voor de behoefte om uit de samenleving, die uit de samenleving komt, om daarin te voorzien. Dat is een mooie. Ik sluit me toch aan bij de vorige spreker van Hof, die ook inderdaad zegt van ja, er is een verschil eigenlijk in de perceptie tussen de plaatselijke belangen en de stukken die u schrijft. Ten zake de combinatie woningbouw en leefbaarheid in kernen. U schrijft telkens weer dat daar geen verband in zit. En mijn hoofdvraag is eigenlijk, waarom denken de plaatselijke belangen daar telkens zo anders over? Hè? U komt daar niet heel goed op één lijn. En ook het verlengde daarvan de insprekende, meneer Makkega, die ook wel daar heel duidelijke indicaties van geeft, naar mijn mening. Die zegt, nou, het is echt wel heel erg van belang voor een kleine kern om die bouwcapaciteit te behouden. En daar wordt veel zorg over uitgesproken. En ter zake die zorg lees ik eigenlijk in de onderliggende stukken telkens dat die allemaal weggenomen zou zijn. Ik hoor of ik lees heel sterk dat je zegt, nou, we hebben met iedereen gesproken. En eigenlijk is iedereen daarover, iedereen zijn de plaatselijke belangen daar nu tamelijk tevreden over. Maar die indruk, die kreeg ik net niet geheel. Dus daar graag een uitleg van. En dat past wat mij betreft voor de eerste termijn. Mevrouw Kel. Dank u wel, voorzitter. Ja, mij gaat het ook even bouwen naar behoefte. En dat is uiteindelijk maatwerk. En daar spreekt ook de inspreker over. Maatwerk, wordt dat vastgelegd in het convenant? En is het convenant, kun je daarin ook snel je bakens verzetten? Dat was eigenlijk onze vraag. Dat was het. Mevrouw Luiten. Dank u wel, voorzitter. Ook wij sluiten ons aan bij de waardering voor dit stuk, maar met name ook voor de inspanningen daarachter. De ruimte voor de kleine kernen en het trachten in ieder geval te komen tot een min of meer geobjectiveerde eerlijke verdeling vinden we netjes, zal ik maar zeggen. En tegelijkertijd begrijpen we ook dat het balanceren is tussen wensen en mogelijkheden. Want een eerlijke verdeling, dat is wel een beetje nadelig voor de kernen die al heel enthousiast onderweg waren en veel grotere plannen hebben en die dat nu voor een deel moeten inleveren. Dus we zijn eigenlijk wel benieuwd hoe de portefeuillehouder met dat soort verschil in ambities wil omgaan. Tegelijkertijd geloven wij ook wel, en dat staat ook in het stuk, dat het alsmaar blijven bouwen van nieuwe woningen op zich niet de oplossing is om alle leefbaarheidsproblemen maar op te lossen. Jammer genoeg, want dan zouden we dat heel simpel kunnen doen. Ik was heel benieuwd hoe de wethouder reageert op het punt van meneer Makkega, dat de grondslag voor de voorstellen natuurlijk wel een beetje is achterhaald. We weten allemaal dat die woningmarkt afgelopen jaar zo ongelooflijk snel is veranderd. En dit is natuurlijk toch nog wel gebaseerd op de cijfers van toen het nog niet zo heel goed ging met die woningmarkt. En ik kan me voorstellen dat dat misschien toch wel hier en daar wat ruimte biedt om nog wat aanpassingen te doen. Ik was ook benieuwd naar de streefdatum van het convenant, maar ik begrijp dat dat dit jaar is. Maar als tot slot nog de vraag, wat gebeurt er als het u niet lukt om een convenant te sluiten? Omdat een plaatselijke organisatie zegt, sorry, daar zet ik mijn handtekening onder. Daar waren we toch wel ook wel eventjes benieuwd naar. En ik sluit me ook aan bij mevrouw Hof wat betreft de verduurzaming. Oké, nou, volgens mij zijn we dan toe aan de reactie van de wethouder. En dat is in dit geval de heer Prins. Ja, voorzitter, dank u wel.
Als je de ontwikkelingen in de woningbouw van het laatste jaar ziet, lijkt het net alsof achter de wind aan zitten te vangen. Zo voelt het wel eens. Ja, maar laat ik ook u proberen een beetje uit de droom te helpen. Als wij in deze gemeente uitgaan van datgene wat het CBS en Primos enzovoort verwachten aan totaal inwoneraantal over 20 jaar, dan zouden we op de top zitten. Nou, ja, dat kan 15 jaar zijn, kan 25 jaar zijn, kan ik niet beoordelen. Dan kun je redelijk nauwkeurig uitrekenen op 100 of op 2 of op 300 precies hoeveel woningen erbij zouden moeten komen. Ja, en dat zal zo ongeveer rond de 3000 zijn. Doe ik maar even afgerond. Alleen we krijgen nu met het fenomeen te maken dat het wat sneller gaat dan begroot. Alleen, in dit land is het niet zo dat dan meteen alle regelgeving en alle beleid is aangepast. We hebben te maken met een ladder duurzame verstedelijking die aangeeft wat je eigenlijk aan plancapaciteit zou mogen hebben in een regio, aan harde plancapaciteit in een regio. En dat wordt per 2 jaar komt er een nieuwe Primos-prognose, dat is een landelijk geaccepteerde prognose. En op basis van die prognoses ga je nieuwe afspraken maken binnen je regio met de provincie. En wij schrokken natuurlijk toen we ooit een paar jaar geleden 1920 woningen in geprognosticeerd kregen. En dus tot zover zouden we mogen gaan met onze harde plancapaciteit. Dat terugliep naar 1500 en een beetje. Nou, daar hebben we wat bandbreedtes bij mogen versieren. Toen werd dat 1680. En ik heb net de eerste Primos prognose weer gezien. En die ziet er gewoon niet goed uit. Dat wordt nu op dit moment nog niet bestuurlijk. Ik krijg hem geloof ik eind van dit jaar of begin volgend jaar gaan we bestuurlijk weer rond de tafel. Amtelijk wordt daar op dit moment over gediscussieerd. Hoe kan het dat die prognoses zo fluctueren? Ja, even uit mijn hoofd, ik geloof dat voor de hele regio waarin die 11 gemeenten zich bevinden, zijn we van 16.500 woningen, gaan we terug naar 15.000 of zo. Dus we kunnen nu met z'n allen concluderen, en dat zien we ook om ons heen, dat er heel snel en veel, relatief heel veel gebouwd wordt. Ja, maar dat zegt nog niet dat de harde plancapaciteit opeens ook omhoog kan. Ja? En ja, dat is soms wel wat lastig uit te leggen, maar wij kijken niet, of men kijkt niet, moet ik eigenlijk zeggen, naar vandaag, naar morgen of naar volgend jaar. Maar we kijken voor, er wordt gekeken voor een veel langere periode. En dat is best lastig. Dus als ik in mag gaan op de vraag die een paar keer naar voren kwam. Hoe verhoudt zich nou het opleveren van woningen, het kunnen schrappen van bouwkavels, ten opzichte van de harde plancapaciteit die je mag hebben? Nou, ik zal proberen heel simpel uit te leggen. We hebben nu een plancapaciteit, als we ook veel binnenstedelijk doen, van 1682 gekregen. Die hebben we vastgesteld gekregen dag begin 2016, doet even uit mijn hoofd. Daar haal je gewoon het aantal woningen wat er gerealiseerd is, haal je eraf. Ja, voor vorig jaar waren er 250 kavels zijn er weggegaan, 250 woningen zijn er opgeleverd. Stel dat dat dit jaar ook weer gebeurt en volgend jaar ook weer, dan heb je op enig moment zit je op zo'n 800 die je nog te bouwen hebt in een periode van 10 jaar. Als de prognose niet wijzigt, dan moet die al constant blijven, dan kun je weer vooruit tellen vanaf het jaar 2019 tot en met het jaar 2028. Ja, en dan krijg je daar weer het nieuwe contingent. Het wil dus niet zeggen dat elke woning die je nu bouwt, dat je weer harde plancapaciteit mag toevoegen. Dat mechanisme zit daar niet in. En ik weet niet of dat er ooit in komt, maar dat zit er absoluut niet in op dit moment. En daar worden wij ook gewoon op gemonitord. Hè? Dat wij niet met onze harde plancapaciteit gaan zitten schuiven in opwaartse richting, omdat we nu even in een geweldige progressieve woningbouwmarkt zitten. Dat is best heel lastig. En we hebben de keus gemaakt. Wij willen graag een hele positieve prognose hebben voor de komende 10, 15, 20 jaar. En wat zijn nou de knoppen die bepalen dat je misschien wel een positieve prognose krijgt? Dat heeft volgens ons te maken met dat je ook relatief veel bouwt. Dus wat we gedaan hebben, wat we u ook gezegd hebben, we proberen zoveel mogelijk plannen in uitvoering te krijgen, gerealiseerd te krijgen. Want het aantal opgeleverde woningen bepaalt toch voor een deel de prognose die je weer voor de volgende 10 jaren krijgt. Dus daar zijn we nu volop mee bezig. Dus ik begrijp ook niet helemaal
Ja, dat de eerste signalen die de Primo's prognose van dit jaar laat zien, dat die minder is dan we hadden verwacht en dat die minder is dan de vorige prognose. Maar dat even vooraf. Ik zal u daar ook van op de hoogte houden, zo gauw daar wat meer over bekend is. Maar goed, eerst is het nog in ambtenarenhanden om dat samen en binnen die regio om daar een goede discussie over te voeren. Volgens mij, voorzitter, zei de heer Gelling het correct. Ja, we moeten harde plancapaciteit saneren om kansrijke plannen mogelijk te blijven maken. Als we dat niet doen, als we een situatie als in Gramsbergen of in Delemsvaart of vul maar in, waar we plancapaciteit hebben voor de komende 10 of 15 jaar, en misschien wel 20 jaar, als we daar niet een streep achter zetten en zeggen van we gaan bestemmingen van mogelijke kavels afhalen, dan is er voor plannen, als wat net geroepen werd in de Krim, maar zo kan ik nog veel meer kennen noemen, is daar geen ruimte voor. Het zou natuurlijk vreselijk zonde zijn dat we heel veel in de wacht hebben staan, ja, waar niks mee gebeurt, terwijl er heel kansrijke en concrete plannen niet door kunnen gaan, omdat we die ruimte niet hebben. Daarvoor is deze exercitie bedoeld. En die structuurvisie op zich geeft die alleen maar een intentie aan wat we willen gaan doen. Dat zal opgevolgd moeten worden met bestemmingsplannen waar ook feitelijk bestemmingen weggehaald worden. Of het worden nader uit te werken plannen, afhalen wel de bestemmingen eraf. Dan beginnen we met die bestemmingsplannen, willen we mee beginnen, begin 2018. En dan geldt het, in eerste instantie beginnen we met die gronden die in gemeentelijk eigendom zijn. Ja? Dat is de bedoeling. Dat raakt ons financieel niet, want die gronden die zijn op een waarde gezet die 5 euro, 4 euro, 5,5 euro, dat raakt ons niet. Uiteindelijk, we gaan die gronden niet verkopen, want uiteindelijk willen we na zoveel jaar natuurlijk wel die gronden weer in de bestemming wonen brengen om in de woonbehoefte die er dan is te kunnen voorzien. Alleen, we halen eigenlijk zou je kunnen zeggen, van heel veel gronden halen we tijdelijk even de bestemming af om ruimte te krijgen voor anderen. De private posities die er zijn, daar willen we met de bestemmingsplanprocedure starten eind 2018, begin 2019. Zie het verhaal Bergentheim, wat ook in het stuk is aangegeven, waar we met een private partij overeen zijn gekomen. Er is jaren niks gebeurd. Er is echt jaren niks gebeurd. Nu ze mede met de discussie die ze gehad hebben met plaatselijk belang, en met ons, maar ook met name met plaatselijk belang, van ja, projectbouw, dat gaat niet zo goed in Bergentheim. Zou u niet eens kunnen starten met kavelverkoop? En dat gaat op dit moment, en ik kijk even ook naar de tribune, naar de Bergentheimers, volgens mij gaat dat redelijk tot goed. Ja, en we hebben dus ook tegen de ontwikkelaar gezegd, ja, we geven u gewoon iets langer de kans om ook te laten zien dat u in staat bent om aan die woningbouwvraag die er in Bergentheim is te voldoen. Is er een vraag aan projectbouw, dan doe je projectbouw. En moet er naar kavels uitgegeven, dan gaan we ervan uit dat u de behoefte die er in de samenleving is ook faciliteert. Dus eind volgend jaar zullen wij kijken hoe de situatie in Bergentheim is en wat we al eerder hebben aangegeven, wat we ook in dit stuk hebben, in deze notitie hebben aangegeven. Ja, in Bergentheim, net als in Gramsbergen, Slagharen en in Balkbrug, willen we een minimale hoeveelheid kavels hebben. Zak je daardoor doorheen, heb je er minder, dan worden er weer afspraken gemaakt, samen met plaatselijk belang, van wat moet er gebouwd en waar moet er gebouwd. En wat, daar moet je onder verstaan, voor wie wordt er moet er worden gebouwd. Voorzitter. Dat proberen we ook vast te leggen in de convenanten. Mevrouw Hof. Zou de wethouder in dat wat hij net zegt over Bergentheim ook even willen ingaan op de situatie in Lutte? Want daar hoorde ik eigenlijk eenzelfde vraag. Namelijk, er is wel een plan, zei het dan dat het in de zachte plancapaciteit valt. Maar er is een andere woningbehoefte dan dat er eigenlijk voorzien was. Ja, ik wou daar sowieso nog op ingaan, maar ik wil dat wel even naar voren halen. In Lutten is er wat mij betreft geen plan. Het enige wat vast is dat daar een serie huurwoningen geprogrammeerd staan. En die staan alleen maar geprogrammeerd om iets over een exploitatie. Want huurwoningen doen iets anders in de grondexploitatie dan de commerciële woning. Kijk, in het convenant voor Lutten, maar ook voor de andere kernen, proberen we te regelen, ja, dat we aan de minimale hoeveelheid die we op voorraad willen hebben in die kern kunnen voldoen.
En dat we ook samen met plaatselijk belang aan kunnen geven voor welke categorie moet er nu gebouwd worden. Ja? En terecht zeggen ze in Lutten, van misschien is het wel verouderd, want de, nou, hoe was het, 12 kavels die jullie hadden, om en nabij, die zijn straks vergeven. Dan is het dus hoog tijd, als daar nog steeds die behoefte wordt gevoeld, om met Lutten in gesprek te gaan, om te kijken, wat is nou het komende project, waar ligt dat, welk project moet dat zijn, is er nog iets binnenstedelijks, of moeten we uitwijken naar de wieken. En daar gaan we in gezamenlijkheid een project van maken. En zoals we dat in het verleden wat globaler deden, dan ging het over vrijstaan 200 in kap en rijenwoningen. Maar tegenwoordig heb je ook nog in de omvang, ja, de, naar de doelgroepen geredeneerd, heb je ook nog de nodige variaties. Maar dat wordt opgepakt met plaatselijk belang. En dat vindt zijn neerslag in dat convenant. En als je een convenant hebt, ga je jaarlijks daaronder. En voor sommigen kennen misschien tweejaarlijks, dat ligt ook aan een beetje hoe het tempo van de woningbouw is, ga je daar woonafspraken maken. Ja, dat is wat wij, wat de provincie met ons doet, wij met corporaties willen we ook gaan doen met de plaatselijke belangen. Doen we dan met alle plaatselijke belangen? Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat dat niet nodig is met een plaatselijk belang als Radewijk dat we dat op die wijze doen. Ja, en zo hebben we nog wel een paar hele kleine kernen waar we juist afspraken gemaakt hebben vanwege inbreidingslocaties. Daar hebben we inbreidingslocaties benoemd, want daar hebben we die discussie al gevoerd. Moeten wij in Radewijk een nieuwbouwwijk gaan maken? Waar we zeggen, dat moeten we niet meer doen. Moeten we in Hogeweg, moeten we daar een bypass gaan maken om haaks op de weg die loopt, moeten we daar nieuwbouwwoningen, een nieuwbouwwijk gaan maken? Waar we zeggen, moeten we niet meer doen. Ja, en dat beleid is van een jaar of wat terug. Hebben we gezegd, laten we nou kijken naar die plekken die er nog zijn. Dat is onze, zeg maar, inbreidingslocaties. En die plekken, die zijn vastgelegd, die hebben we gedefinieerd als mogelijkheden voor woningbouw. Nou, als je kijkt in Reserveen, Heemsteveen, zijn 7 plekken ingevuld. Als je kijkt in Hogeweg, een paar weken geleden hebben we daar toestemming gegeven voor 3 woningen. Ja, en zo kan ik het wel even doorgaan. Schuine Sloot is hetzelfde mee gebeurd. Dus daar zal dat, als er al een convenant komt, als die behoefte er al is, zal dat een ander soort convenant zijn dan in de kernen, zeg maar, die de grootte hebben van Lutten, En Klooster Haar, Sipculo, dat zijn er toch wel wat grotere kernen nog. Van de kleine kernen zijn dat wel wat grotere kernen. Zullen we toch meer insteken op een convenant. Maar als die behoefte er is vanuit Hogeweg, Radewijk, en dan moet een convenant komen, ja, dan willen we daar best een convenant samen opstellen. Alleen dat zal een heel ander soort convenant zijn dan die we met Lutten gaan maken. Omdat het ook om hele andere aantallen gaat en het gaat ook om een heel andere vorm van woningbouw. Even kijken. Ja, de convenanten, de medewerkers zijn daarmee bezig met de voorbereidingen om conceptteksten te hebben, om die met plaatselijk belang samen te bespreken. En ik ga ervan uit dat in de eerste maand van het nieuwe jaar wij tot ondertekening kunnen overgaan. Ik hoop dat dat voor alle kernen lukt, maar in ieder geval het overgrote deel hopen we, zeg maar, eind januari, begin februari voorgelegd hebben natuurlijk. Dat wordt allemaal ambtelijk eerst besproken ook met de plaatselijke belangen, toegezonden, besproken. En dan hopen we dat we de meeste van die convenanten gewoon kunnen gaan tekenen. En Lutten zit hier nu, dus ik zou ook naar Lutten toe willen zeggen van, nou, wij zien dat jullie in de situatie terechtkomen dat je beneden de 10 woningen planvoorraad komt. Daar moet dus aan gewerkt worden. Moet dus een volgend plan moeten nu klaarleggen die we samen met u gaan bespreken. Bespreken, in een convenant vastgelegd en met woonafspraken daaronder gelardeerd. Ik kijk even verder. Ja, ik heb, het ging over een brief die de Raad vanmiddag heeft gehad. Ik heb daar zo pas even globaal doorheen gelezen. Dus ik hoop dat ik er globaal ook iets over kan zeggen. Dat is een situatie in Slagharen, waar gronden uit de veiling van Mega zijn aangekocht. In de vorige bestemming zat daar de mogelijkheid voor 6 grotere woningen, 6 landhuizen in. We hebben hem nu, nader uit te werken plan van gemaakt. En onder bepaalde condities hebben we ook aangegeven, willen we die voor de doelgroep, zeg maar die wat grotere kavels, grotere woning, willen we daar medewerking aan verlenen onder bepaalde condities. Maar we hebben gemeend op het verzoek om daar een wijk met, ik geloof, 24 woningen van te maken. Daar willen we vooralsnog, voor de eerste jaren, en dan heb ik jaren met aren, hè,
wil ik daar niet op ingaan, omdat er in Slagharen is er nog harde plantcapaciteit en er liggen ook nog zachte plannen. Zachte plantcapaciteit die al veel eerder aan de orde moet komen, omdat die mensen omdat die contracten en die contacten, moet ik met name zeggen, al van veel vroeger dateren. Dat is even een voorlopige reactie op. Ik ken niet de hele strekking van de brief. Maar dat speelt daar wat mij betreft. En de structuurvisie, we hebben ook afgesproken, in de structuurvisie is niet het middel om die bestemming, om die nadere uitwerking eraf te halen. Dat zou in het bestemmingsplan straks kunnen. Maar de structuurvisie is daar niet het middel toe. Verduurzaming van het woningaanbod. Zeer zeker. Moet dat een onderwerp van gesprek zijn. Ik heb al eerder gezegd, we gaan bezig met de eerste gasloze wijk hier in Harderberg. En ik zou nog wel een paar meer van dit soort projecten willen doen. En of het nou gasloos is of nul op de meter. Maar daar kunnen we niet meer omheen. Daar willen we ook niet meer omheen. Ook gegeven de notitie duurzaamheid die u heeft vastgesteld. En of het in alle gevallen voor de volle 100% lukt, dat hoort u mij niet zeggen. Maar duurzaamheid staat wat dat betreft hoog op de agenda. Voorzitter. Maar zou de wethouder dat ook als 9e criterium willen toevoegen in de visie? In mijn beantwoording bedoel ik dat. Soms is het inderdaad goed om het even helder te hebben. Ja. En dat is bij deze dan, ik hoor een toezegging hieraan. Ja, leefbaarheid en aantallen woningen en woningbouw. Ja, wat heeft dat met elkaar te maken? Hè? Wat je nog eens als misverstand ziet, dat als je 20 woningen bouwt, dat 40 inwoners oplevert. Of 20 inwoners. Heel veel woningen gaan in onze gemeente op aan de woningverdunning. Dus we zien wel de huishoudensgroei, maar we zien daarmee niet in absolute zin ook de inwonergroei. Als ik u vertel dat we een gemiddelde woningbezetting hebben, en ik rond het even af op 2,5. De verwachting is dat wij niet bij 2 komen, maar bij 2,2. Ons soort gemeente, zegt men, zal in de buurt van 2,2 uitkomen. Dan kun je een soort sommetje maken hoeveel woningen je nog moet bouwen. Er zijn er ongeveer 2000. Voor de groei, we zitten nu op 60.800 inwoners. Als we naar die 63.000 gaan, voor die 2200, moet je nog 1100 woningen moet je nog bouwen. Ja, daar zit een beetje de groei in van het inwoneraantal. Op korte termijn zie je dat woningbouw een impuls kan geven aan de leefbaarheid. Als je vindt dat een school van enige omvang, als dat een leefbaarheid bevordert, dan klopt dat. Op de lange termijn, zo blijkt uit onderzoeken, is dat niet altijd het geval. Dus nogmaals, op korte termijn kan dat de leefbaarheid zeker misschien wel in stand houden, dan wel bevorderen. Op lange termijn is ervaring, is dat niet helemaal zo. Dus komt deze visie, maakt die onderdeel uit van de omgevingsvisie, zeker. Ja, maar dat bepaalt u ook zelf. Maar het is zeker onze insteek dat wonen en bouwen in onze gemeente, zeg ik maar even, woningbouw in onze gemeente, maakt een heel belangrijk onderdeel uit van onze omgevingsvisie. Waar gaan we bouwen, wat gaan we bouwen enzovoort. Ik kijk even financiële consequenties. Heb je toch wat? Ja, de financiële consequenties voor de gemeente, die heb ik al aangegeven, die zijn er niet. Niet op deze termijn. Als je 15 jaar lang gronden afgeboekt hebt gelaten en je hebt daar rente op rente gehad, dan zul je op enig moment moeten kijken of de waarde die op dat moment op die gronden rust nog in overeenstemming is met de bestemming die erop ligt. En stel dat je de bestemming agrarisch erop legt, nou, dan moet je niet te ver uit de buurt van die 5,5, 6 euro komen. Anders moet je af en toe een ingreepje plaatsen. Maar op korte termijn heeft dat geen financiële consequenties. Maatwerk. Maatwerk en flexibiliteit. Kijk, we hebben de discussie gehad toen we het over Sipkelo hadden, ja, het kloosterwonen. Ja, daar hebben we ook heel graag maatwerk willen leveren. En daar hebben we ook de discussie gevoerd van, ja, gaan we nou voor die 17 woningen in één plan of doen we er eerst 10? Kijk, als je vooraf weet dat van de 17, 15 verkocht zijn, dan zou ik voor die 17 gaan. Maar het is iedere keer de vraag van, tot hoe ver gaan we? Want als niet alles wordt volgebouwd, zit je weer met onbenutte plantcapaciteit.
Dat maakt het wel eens lastig, ja, in onze afweging. Maar wij gaan ervan uit dat we zoveel mogelijk flexibiliteit hebben. A, proberen in aantallen, dat is wel lastig. Maar ook zeker in wat te bouwen. Je ziet het ook voor een deel terug in onze bestemmingsplannen, waar we veel meer werken met woonvlekken. Daar waar we vroeger in onze bestemmingsplannen vrijstaande woningen, rijen woningen, allemaal apart benoemden, hebben we nu veel meer woonvlekken, zodat je ook heel snel kunt variëren naar de behoeften die er vanuit de kern, vanuit de plek is. Dus flexibiliteit, maar is ook voor een deel afhankelijk van de afzet. Dat wil ik nadrukkelijk gezegd hebben. Ja, en dan, ja, wat is een eerlijke verdeling? Als er in kernen niks gebeurt, omdat die behoefte er niet is, of omdat die behoefte niet gesignaleerd wordt. En die rol is niet alleen voor de gemeente. Zo uitdrukkelijk heb ik dat ook met de plaatselijke belangen die gesproken. Nou, Bergtheim City, maar met Gramsberg, maar ook anderen. Hebben we nadrukkelijk ook besproken. Als u er niks aan doet, dan kan het niet zo zijn dat wij er niks aan doen, maar dan kennen wij de behoefte niet. Ja, wij zijn dus erbij gebaat dat een plaatselijk belang, of welke organisatie zich daar ook maar mee bemoeit, dat die ook zelf actief betrokken is om te kijken van, wat hebben we in deze kern nodig aan woningbouw? Ja, generiek hebben we wel een bepaalde verdeling gemaakt, dat ziet u ook. Hardenberg, Dedemsvaart, 4 kernen van 3000 inwoners. En daarna hebben we de kleine kernen zoals Lutten en zo hebben we gedefinieerd. Daar hebben we getallen achter gehangen. Ja, en dat is wat ons betreft die verdeling. Maar als het zo is dat in Lutten er een vraag boven komt voor 25 woningen die ze binnen een hele korte termijn kunnen afzetten, dan is het mijn opvatting, ja, dat we binnen de mogelijkheden die er zijn, dat we moeten kijken of we dat kunnen faciliteren. Je kunt niet wachten op iedereen, tot iedereen zijn plaatjes heeft ingeleverd, terwijl er andere kennen zijn die heel goed hun huiswerk hebben gedaan, de zaak voor elkaar hebben. Ja, dat zou ik toch wel even willen benadrukken hier. Waarbij we natuurlijk in globale zin wel proberen kernen gelijkelijk te behandelen, maar dan moet dat vanuit de kern ook op die wijze worden aangejaagd en moet er ook op die wijze aan worden getrokken. Volgens mij, voorzitter, heb ik al heel veel verteld. Volgens mij ook. Dan zijn we dat eens. Dan zijn we dat eens. Ik ga even vragen of de behoefte is aan een tweede termijn. Meneer Gerling? Ja, voorzitter, hoofdzakelijk omdat ik een vraag vergeten was net. En die betreft eigenlijk de vraag die wij veel gesteld krijgen. Hoe dit zich verhoudt tot de recreatiewoning, althans de permanente bewoning daarvan. Of dat nog met elkaar of daar een relatie tussen zit. En vraag 2 was eigenlijk, Bergentuin is al vaak aan de orde gekomen vandaag, maar een van de aanbevelingen die Bergentuin doet, lees ik hier ook, is dat er aandacht blijft voor de manier van communiceren en publiceren van de gemeente. En dat is toch wel een terugkerend punt waar wij het veel over hebben inderdaad. Dus ook daar hoeft niet zozeer een heel communiqué over te komen, maar wel het verzoek om dat in ieder geval goed te blijven doen. En hetzelfde zie ik ook in die brief van die meneer Pastoors, geloof ik, uit Slagharen, die ook verwacht had een reactie te krijgen, maar hem ook niet gekregen heeft. Dus toch het stringente verzoek telkens weer om de communicatie en ook in dit geval de publicatie wel goed op niveau te houden. Een vraag en een oproep. Voorzitter, het fenomeen permanente bewoning, recreatiewoning, dat achtervolgt bijna elke gemeente in dit land. Zo ook ons. De provinciale staten hebben een motie ingediend om daar de gemeenten wat meer speelruimte in te geven. Nou, als het goed is, wordt u daar nog over geïnformeerd. Binnenkort, hoe wij er als gemeente in zitten, hoe er overleg gepleegd wordt tussen deze gemeente en andere gemeenten en de provincie. Maar een belangrijk gegeven daarin is wel dat als wij een recreatiewoning op een plek hebben waarvan we zeggen, daar kunnen we best een woonbestemming op leggen, dat van ons wooncontingent afgaat. Ook al wordt daar op dit moment al gewoond. Dus stel dat je 30 van die recreatiewoningen een woonbestemming geeft, dan is de kans heel groot. Dan is niet de kans heel groot. Dan is het dus zo dat je van die, noem maar even 1680 woningen, heb je er al 30 weggestreept. Wat opmerkelijk is, is dat we toen we met die e-woningen kwamen, dat elke e-woning die nu de status woning krijgt, dat gaat niet ten koste van ons contingent. Dat is wel een hele aardige. Dus die recreatiewoning is op zich nogal een fenomeen. Ja, maar daar zullen we, en ik waarschijnlijk niet meer, behalve nog even met een korte noot hoe ver we daarmee zijn, maar daar zul je in de toekomst nog veel mee te maken krijgen, denk ik. Ook hoe pakken we
dit verder aan. Ja, communiceren is altijd belangrijk. Ja. Maar ik wil ook zeggen, de laatste opmerking die u maakte over er had iemand een reactie van ons verwacht. Ik heb al 2 jaar een reactie verwacht over, van degene. Ja? Als je aankoopt en een vraag stelt, wat mag ik daar? En je krijgt daar reactie op en er gebeurt niks. En er gebeurt niks en er gebeurt niks. Ja? En dat nu opeens 11:55 het paniek in de keten is, denk ik, ja, ja. Had ik 2 jaar lang iets kunnen verwachten. Ja, dat geef ik alleen maar even gewoon in alle openheid terug. Maar communicatie is ongelooflijk belangrijk. En dat mensen de media in de gaten houden, als zijnde de Toren, de Nederlandse Krant en de Staatscourant. Ja, dat is een verantwoordelijkheid die mensen zelf hebben. Dat is zo. En dat zou ik ook voorstander van willen blijven, dat dat zo blijft. Want anders komen we wel in een wat hele rare situatie terecht. Als we iedereen een briefje moeten schrijven en je zal er eentje vergeten. Maar goed, dat verhaal heb ik vaak gehouden. Dank u wel. Dan nog even 1 vraag van mijn kant overigens. Stel nou, want ik ga zo meteen vragen of dit een bespreekstuk of een hamerstuk moet worden. En stel nou dat deze mensen zeggen dat het wel een hamerstuk zou mogen worden. Past u dan het voorstel nog even aan op het gebied van de duurzaamheid? Want dan komt er een nieuw voorstel of moet mevrouw Hof nog een amendement indienen? Want dan gaat ze er namelijk een bespreekstuk van maken, verwacht ik. Maar dan kunnen we het nu toch even als bespreekstuk doorschuiven. En als dan blijkt volgende week dat het niet nodig is, alsnog een hamerstuk laten worden. Nou, u doet eigenlijk het procedurevoorstel wat ik had willen doen. Dus wat mij betreft lijkt me dat een goed idee. Dat gaan we doen en wachten even de reactie van de wethouder af. Goed, tot zover dan dit punt. Staat de agenda punt 9 hier? Dat klopt niet helemaal. Agenda punt 6, de rondvraag. Is er behoefte aan de rondvraag? Nee, dat betekent dat wij gaan afsluiten. Ik wens u wel thuis en dank voor de komst.